vader. Mijn vader kwam uit een heel kerkelijk, gelovig gezin. Ja. En heeft zich op zijn 17e, 18e echt losgemaakt van de kerk. Oh ja, oké. Okay. Wat destijds natuurlijk wel een ding was. Ja. Maar die zei gewoon, ja, het geloof geeft alleen maar vragen, geen antwoorden. Oh ja. Die line-ups van jullie, die gaan alle kanten op. Ja. Het ene moment was de techno, het andere moment house. En soms was die energie hier en dan de volgende DJ op een avond was de energie gewoon ver te zoeken. En dat kwam het feestje dan niet te goede. Dus ze zei, dan ga jij dat toch lekker doen? Ja, de tijd dat Armin nog een jochie was. Ja. Ik geloof met zijn vader voor de eerste keer kon draaien. 750 gulden of 750 euro. Nou, daar krijg je hem nou niet meer voor. Nee. 7 juli 1977 heb ik een zwaar auto-ongeluk gehad. Tenminste, ik ben aangereden door een auto toen ik uit het zwembad kwam. Zo. En toen heb ik wat je noemt een bijna doodervaring gehad. Welkom vandaag in de Boskast, Peter van Haal. De Boskast ben ik begonnen om het contextuele gedachtegoed van Notch opnieuw in het licht te zetten. Juist dat contextuele gedachtegoed kan zo helpend en helend zijn voor mensen en generaties. Dus vandaag Peter van Haal. Welkom Peter. Dankjewel voor de uitnodiging. Ja, graag gedaan. En leuk dat je erop ingegaan bent en dat je hier nu zit. Hè? Dat is dan ook weer fijn. Ik heb vragen best wel veel mensen en toch heel veel mensen zijn dan toch... Nou, hebben ze er eentje gekeken? Ik denk dat jij nog niet echt eentje hebt teruggekeken. Nee, nog niet. Heel goed, sta er lekker vrij in. Maar dan geven mensen toch, dat is wel heel persoonlijk. En ja, dan vinden ze dat heel moeilijk en dan haken ze dan op af. Bij mij mag je alles vragen. Ja, dat is al heel fijn, ja. Dankjewel. Dus jouw vader, uit wat voor een soort gezin komt hij? Hè? We beginnen altijd met het maken van een genogram. Dan kijk je in 3 generaties en dan zien we wat er komt. Ja, dat is wel een interessante vraag. Want mijn vader was eigenlijk een wetenschapper. Die is geboren en getogen in Veenendaal. En komt uit een gezin van 4 broers, 2 zussen. Ook wel echt kerkelijk. Dus 7 kinderen of 6 zeg je dan? In totaal, dat is een hele goede 6 volgens mij. Maar dan moet ik... Ja, als je zegt 4 broers, 2 zussen, dan heb je 7 als zij erbij zijn. Ja, ik probeer heel even na te denken. Rijk, Evert, mijn vader en Henk. Nee, in totaal waren ze dan met 6 kinderen. Ja. 2 zussen. En dan is je vader de derde, hoor ik in de gauwigheid. Nee, mijn vader was de jongste. Oh, de jongste van het hele gezin. Ja. En dat was een kerkelijk gezin. Ja. Mijn vader was heel leergierig. Wilde altijd leren. En die had al jong de droom om iets met biologie of in als bioloog in de slag te gaan. Heeft natuurlijk de oorlog meegemaakt. Wat een zware wissel trok op hem. Ja. En ja, na de oorlog... wilde hij graag gaan leren, maar op zijn 17e moest hij van school af omdat zijn vader gehandicapt raakte. Die raakte verlamd. Oké, en hoe kwam dat? Dat weet ik niet meer. Nee dat volgens mij door ziekte, maar ik weet niet zo heel gek veel van mijn vaders kant. Ik weet wel redelijk wat van mijn vader zelf, maar iets minder over mijn opa en oma. Ik heb mijn opa ook nooit gekend en... ook geen echte band met mijn oma gehad van mijn vaders kant. Maar goed, die moest dus van school af, zoals dat vroeger ging, hè, in de jaren 50. Want er moest voor pa en ma gezorgd worden. En toen hij de kans kreeg, is hij avondschool gaan doen, HBO. Later naar de Universiteit Wageningen gegaan. Oké, okay, ja. En heeft zich uiteindelijk gerevancheerd, hè, zoals dat heet, toch wel een carrière te krijgen, te hebben, hoe je het dan ook noemen. Waar zat hij toen hij van zijn 17e van school moest door de verlamming van vader?
HAVO, MAVO, VWO? Nee, hij zat op HBO-niveau. Ja. Dus hij deed, hoe heette dat vroeger? Ja, de HBO. Eigenlijk ateneum, gymnasium. Ja, ik denk het die kant op, ja. Ja. HAVO, was er al HAVO? Nee, ik denk het nog niet in die tijd dan. Hij is uiteindelijk in de plantenveredeling gekomen. Ja. Meer specifiek in de veredeling van groenten. Oh ja. En daar is hij eigenlijk ook al heel bekend in geworden. Ik ben een zoon van een spruitjeskweker. Niet spruitjeskweker, maar mijn vader die is eerst gaan werken voor Unilever in Duiven. En op een gegeven moment kreeg hij de kans, door ook onderzoek wat hij daar deed, om in Barendrecht aan de slag te gaan bij Rijkszwaan. Zwaan was een zaadveredelingsbedrijf en hij maakte namelijk de veredeling van met name kolen. Is daar aan de slag gegaan en heeft het uiteindelijk tot directeur geschopt van een best wel groot bedrijf toen. Maar goed, ik loop iets op de zaken vooruit, denk ik. Hij kreeg steeds meer managementtaken daar, werd ook steeds bekender in de veredeling, het bedrijf groeide. En in de jaren 70, met name in de veredeling, was veel te doen in de koolzaadveredeling. Omdat de grote oliemaatschappijen zich ermee gingen bemoeien. Want koolzaad, ja, olie, daar waren grote beloftes. Wat een hoop mensen niet weten is dat de veredeling een enorme boost gekregen heeft in de jaren 70 door de oliemaatschappijen. Die pompten daar echt serieus geld in. Die werden vaak ook mede-eigenaar ervan. En daardoor kon veel geld gestopt worden in research, in R&D van veredeling. En hij was daar eigenlijk wel een voorloper in. En dat bedrijf is gaan groeien. Er kwamen heel veel proefvelden. Er kwam een groot proefstation in Duitje-Horen, in het noorden van Holland. Daar gebeurde natuurlijk sowieso veel op het gebied van veredeling en groentezaden en kolen. Daar was hij veel. Er was weinig thuis. Ja. Veel weg. Veel naar proefvelden over de hele wereld. Of het nou in Japan was, of in Afrika, of in Amerika. Overal zaten op een gegeven moment wel proefstation. Ging je vaak mee? Nee. Dus je zag hem eigenlijk gewoon heel weinig. Ja, nee, mijn vader die was veel weg. Ja. Die was ook wel 2-3 dagen in de week. Eigenlijk tussen ons 10e en 20e. Dat hij wel daar sliep in Duitje-Horen. Ik denk ook niet dat het huwelijk van mijn ouders echt denderend was. Die vonden dat wel prima zo. En ik was samen met mijn broer. Met alle vrijheid van de wereld. Ja, het paste in het huwelijk. Mijn vader en moeder waren allebei gepassioneerde mensen. Die deden wat ze graag wilden. En voor mijn vader was dat wetenschappelijk bezig zijn met plantenveredeling. Of zaadveredeling. En mijn moeder was een zorgzaam iemand die haar hele leven werkzaam is geweest in de zorg en uiteindelijk hoofd was ook van een verpleeghuis. Oké. Okay. Hey, want jouw moeder, uit wat voor soort gezin komt zij? Hoeveel broers en zussen had Heel zijn? Anders. Mijn moeder, die wat wel interessant is overigens om te vermelden over mijn vader. Mijn vader kwam uit een heel kerkelijk gelovig gezin. En heeft zich op zijn 17e, 18e echt losgemaakt van de kerk. Oh ja, oké. Okay. Wat destijds natuurlijk wel een ding was. Ja. Maar die zei gewoon, het geloof geeft alleen maar vragen, geen antwoorden. Oh ja. En dat past natuurlijk in de rol van wetenschapper. Ja, hè? Zeker, zeker. Dus die had niks met de kerk. Die vond het, maar raar iets. En het feit dat je geloofde in iets waar geen wetenschappelijk bewijs voor was. Dat kon niet, dat heeft geen zin. Had geen zin. Nee. Dus je hebt wel ook strijd gehad in de familie. Want in een groot gezin, kerkelijk gezin met 6 kinderen, dan zal die in de rij niet altijd gewenst zijn meer. Nee, dat heeft ook wel... Heeft dat ook tot een breuk geleid dan? Nee, dat niet. Niet openlijk, maar wel... Geen breuk, maar wel een bepaald soort spanning, denk ik. Ja. Ja, ik kan me nog wel een oom en een tante herinneren. Dus de aangetrouwde tante eigenlijk. Die zo kerkelijk waren dat we ook gewoon weigerden om daar naartoe te gaan. Ja. Stomme mensen. Van, ben je jong en daar heb je mening over. Ja. Twee zijn
twee broers en één, nou eigenlijk twee broers die heel kerkelijk waren en dat ook bleven. En nou, voor de rest viel het allemaal wel mee. Of zo. Ja. Hey, en moeder, want daar waren we... Mijn moeder is, was de... Even kijken, die kwam uit een gezin van nog twee zussen en één broer. Broer is ondertussen overleden. En dus waren met z'n vieren? Of, sorry, en broer niet. Ja, die waren met z'n vieren. En je moeder was de oudste? En mijn moeder was de middelste. De middelste van de zussen. Oh, ja, mijn broer was de oudste, of is de oudste. En een oudere zus. Dan komt je moeder. Moeder en dan komt Janni, dat is haar jongste zus, waar ze ook de beste band mee had. Ja, en moeder leeft nog? Nee, die is op haar 62e overleden aan longkanker. Oké. Okay. Ja. Dus ja. Die is al... En je vader, leeft die nog? Die is 7 jaar geleden overleden. En hoe oud is die geworden? Die is 81 geworden. Ze zijn altijd bij elkaar gebleven, ondanks de verschillen? Ja, jammer genoeg wel. Want? Nou ja, als je... hoe ouder je wordt, hoe meer je ziet hoe de relatie van je ouders eigenlijk was. En ja, mijn vader en moeder hadden gewoon wel eigenlijk op een gegeven moment uit elkaar gemoeten. Ja. Hadden ze dat slim gedaan. En dan, daar was niet... Maar was het dan ruzie? Of... Nee, helemaal niet. Nee. Maar er was gewoon heel veel onvermogen. En mijn moeder was een hele warme vrouw. En mijn vader was een wat teruggetrokken man. En ja, dat is mij altijd in mijn jeugd ook wel duidelijk geweest, dat niet lekker liep. Die twee die hebben het huwelijk volgehouden, omdat dat zekerheid gaf en omdat ze alle twee konden doen wat ze heel graag wilden. Nou ja, je krijgt het ook een beetje mee vanuit de gezinnen van de herkomst natuurlijk. Kijk, als je zelf je ouders gescheiden zijn, en dat gaat niet meer, dan zal je eerder geneigd zijn om te zeggen, nou, of je gaat juist de andere kant op, dat je heel erg sterk probeert vast te houden aan de relatie. Maar als je het al gewend bent en bij jezelf thuis gezien hebt, dan is het ook soms makkelijker juist om te zeggen, ik ga ook scheiden. Dus ja, het kan natuurlijk... maar heb je het er wel eens met je moeder over kunnen hebben? Nog voordat ze jawel. En met mijn tante. Want mijn tante, mijn jongste tante Janni, is, is iemand waar ik ook heel erg gek op ben. En andersom, denk ik ook wel. Dat voel ik wel. We hebben een hele open relatie. In de zin dat alles altijd bespreekbaar is geweest. Ook een vrijgevochten type. Een kunstenares. En iemand waar je gewoon over het leven kunt praten. En die heeft ook wel signalen gegeven en ook wel eens gesprekken gehad dat dat huwelijk gewoon tussen mijn ouders niet oké was. En dat mijn moeder, als ze op vakantie ging met mijn tante, ook wel vaak geroepen heeft van, ik moet weg bij die man. Ja. En mijn vader was gewoon een lieve vent en mijn moeder was gewoon een lieve vrouw. Maar dat is daar zat heel veel onvermogen en ook heel veel gelatenheid en acceptatie en... Ja, oudere generaties die hebben natuurlijk ook een andere kijk op het huwelijk. Tegenwoordig ben je veel meer een individu eigenlijk. Hè? Het is gewoon een relatie. Het gaat niet altijd vanzelf. Dat is het. De meeste relaties gaan niet vanzelf. En dan, wat je dan toch vaak tegenkomt is de communicatie, hè, die gewoon moeizaam verloopt. En als je het daar met z'n tweeën over kan hebben, dan is dat prima. Dan kan het zich ook wel weer oplossen en verbeteren. Maar als je het daar niet over hebt, dan is dat best een zware tocht. Ja, mijn vader kon niet over die zaak. Maar toen mijn moeder ziek werd, die kreeg longkanker. En dat was snel duidelijk dat daar weinig aan te doen was. Dus die kwam al heel snel ook op bed te liggen beneden in de woonkamer. En ik zie nog steeds altijd het onvermogen van mijn vader om maar gewoon eens naast haar te zitten en de hand vast te houden. En gewoon er te zijn. Ja. Weet je wel, die wilde altijd dingen wel fixen of oplossen. Maar mijn moeder die kwam uit de zorg. En die wilde eigenlijk gewoon van, ga daar even zitten. Wees er gewoon, weet je wel. En hou mijn hand vast. Of kriebel lekker over mijn hoofd heen. Maar dat kon die niet. Nee. En die had niks met lichamelijke intimiteit op wat voor manier dan ook. Dus dat was ook voor hem dan ook wel heel een zwaar proces. Om zeker. Een vrouw zo te zien lijden. Zelf daar niks aan te kunnen doen. Ja.
wetenschappelijk opgegeven dan ook, hè, voor zijn gevoel. Dus ja, dan kun je ook eigenlijk niks meer. Ja. En dan eigenlijk niet bij machten zijn. Ja, nee, die heeft 1,5 jaar geleden, zoals dat heet. Ja. Weet je, die was zo boos en teleurgesteld dat het haar overkwam. Na haar leven van dus alleen maar zorgen. Hij, ja, maar dus daar geeft hij dan toch ook in aan dat hij veel van haar hield. Als je dat zo zegt, tenminste, dat hoor ik dan wel. Jawel, nee, maar het, ja, mijn ouders die hebben... ja, die hebben gewoon de rit uitgezeten. Ja, dat klinkt... Ja, ja, er was wel liefde. Er was ja, wel, zeker. Nee, maar dat klinkt dan zo uitgezeten als zijnde van... ja, alsof het heel niet anders kon. Terwijl ik denk, ja, er is wel heel veel liefde geweest. Ze konden er gewoon niet over spreken. Dat is iets anders. Ja, maar ik had mijn moeder wel gegund dat zij op een bepaald punt, zeker toen wij het huis uit waren, misschien had gezegd van nou, ik stop met deze relatie. Ja. En misschien dat er dan toch nog een liefde is die past bij mijn karakter. Ja, want bij haar dat was gewoon niet goed. Dat moet. Ja, dat was een andere periode natuurlijk. Hè? Jaren 80, 90, dat is gewoon... Wij hebben heel veel vrijheden die we gekregen hebben natuurlijk, die zij niet hadden. Nee. En als je uit de oorlog komt en je gaat op een gegeven moment... je hebt een relatie, je gaat trouwen, want dat deed je. Ja, precies. Ja, dan zei A en dan B volgde daarop. Ja, en, tot de dood ontscheidt. Ja, precies. Wat is daarop je antwoord? Ja. Ja, nou ja, dan zit je eraan vast. Maar het klinkt dus ook wel... Dus in die boosheid die hij voelde en de onmacht... kan natuurlijk ook de onmacht zijn van... zien dat er altijd iets nodig heeft wat je niet kan geven. En tuurlijk. Dat je daar boos... dat je gewoon ook heel erg geconfronteerd wordt met jezelf natuurlijk erin. Maar ze zijn dus lang bij elkaar gebleven. Vanaf... Nee, ja, tot aan mijn moeders dood natuurlijk. En hoe jong waren ze dus elkaar leren kennen? Nou, 23 zo'n beetje. Ja. Dus dat is toch bijna 40 jaar. Ja. En ze kregen 2 kinderen, hoor ik dan in de gang. Ja, toch? Mijn moeder die is opgegroeid in Aalsmeer, overigens. Okay. Mijn opa was een rozenkweker. Een van de grotere in Aalsmeer. Hè. Als je in Aalsmeer woont, dan kweek je rozen vroeger. Dus ja, als kind zijnde gingen we daar naartoe. Een hele leuke opa en oma. Ja. Met name mijn opa was een geweldige, lieve man. En mijn oma was ook lief, maar net even... iets minder toegankelijk of zo. Dat had ook allemaal wel zijn oorzaken, bleek later. En die is 12, 13 jaar heeft in een bed gelegen, volledig dement toen mijn opa al dood was. En dat is ook zo'n verhaal. Maar goed, maar ook maar oorzaken zeg je dan. Hè? Dus dan komt dat weer naar de volgende generatie. Die oorzaken, daar heeft dan je moeder dan ook wel weer last van gehad. Ja, mijn moeder, ik denk dat allemaal te ver is. Mijn moeder was iemand die zich altijd schuldig voelde dat ze niet genoeg deed voor de ander. Oh jeetje, dus die heeft het hele leven gezorgd. Die is altijd verpleegster geweest en later in de verpleging. Er is wel een groot verschil tussen verpleegster zijn of meer met ouderen bezig, hè, verplegen. Dus die deed ook graag nachtdiensten. Die heeft, ik weet zeker, honderden mensen ook wel... zien overlijden. Ja. Omdat mensen gaan vaak in de ochtend dood. En dan komen ze weer thuis. En dan zaten ze vanavond ontbijt. En dan komt zij uit de werk. En dan was die weer dood gegaan. Dan is die weer dood gegaan. Dus die stond altijd klaar voor iedereen. Gewoon de hele leven. Die heeft altijd alleen maar gezorgd. En die heeft zoveel liefde ook daarvoor teruggekregen. Dat toen zij op haar ziekbed kwam. Was er ook iemand die dan moest de lijst bijhouden. Want er kwam dan 's ochtends iemand en 's middags iemand. En wij zagen alleen maar mensen die we nog nooit gezien hadden. Allemaal mensen die naar mijn moeder kwamen om een beetje respect te betonen. En dan zie je pas wat voor leven iemand gehad heeft. Ja, je ouders zie je natuurlijk ook maar een klein gedeelte van wat ze zijn. Hè? Ja, zeker. Nu is dat misschien wat verbeterd. Mm-hmm. Maar het zou ook heel goed zijn, denk ik, hè, om jongeren, maar ook volwassenen en wat meer mee te nemen in van hoe belangrijk het is om met je vader en moeder in gesprek te gaan en te kijken waar ze vandaan komen, om dingen te begrijpen, wat ze verwachten. Je zegt soms, zeg ik wel eens tegen mensen, wat ging je zelf anders zou je gaan doen
als je ouder zou worden, hè, omdat daar natuurlijk vaak dan, daar dan eigenlijk de pijn. Hè. Mm-hmm. Soms is dat ook een reden dat mensen dan zeggen, ik hoef helemaal geen kinderen. Ik ja. vind het zo wel goed. Hey, maar een broer heb je, hè, zei ja. je? Als mijn broer. Die is 11 maanden ouder. Oké. Okay. Dus dat... jij bent nou hoe oud? Ik ben 58. Dus hij is bijna 60. Ja, ja dit jaar 60. We zijn 1 maand per jaar net zo oud, hè? Oh ja. Dus het is de frustrerende maand voor hem. Ja. En jij, ben jij getrouwd? Heb je een relatie? Ik ben getrouwd geweest. 15 jaar samen geweest. En ik heb 1 dochter. Die is nu, wordt in april 24. En ik woon nu samen met Hiske. Al 10 jaar. Dus jij bent wel gescheiden. Jij zag wel in het eerste huwelijk van, ik ga dat niet doen zoals mijn vader en moeder. Ja, ik heb eigenlijk in een situatie gezeten waarvan ik weet van, oh, maar dat heb ik wel afgekeken voor mijn ouders. Ja. Ik ben veel te lang met iemand samen geweest zonder haar tekort te doen of wat dan ook, want het ging gewoon niet. Het is eigenlijk een relatie die 10 jaar te lang geduurd heeft. Ja. Dus toch 15 jaar uiteindelijk wel bij daar gebleven. Ja. Dus dan wel, was dat kind al vroeg in de relatie geboren? Of? Nee, want in eerste instantie is er een miskraam geweest. En daarna heel lang geprobeerd om zwanger te worden. En dat is ook wel een van de oorzaken geweest waardoor we en uit elkaar gegroeid zijn. En ook een blinde vlek gecreëerd heeft, denk ik, in het huwelijk. En dat heeft nog 7 jaar geduurd voordat dat kwam, met IVF en de hele wereld. Oh, ja. Maar ja, dat zat eigenlijk al heel erg fout. En dan komt er toch een kind? Ja, dan komt er een kind en dan hou je iets in stand wat je doet om de verkeerde redenen. Ja. Ja, maar goed. Maar hoe vond je het dan, je vaderschap? Je hartstikke leuk. Nee, ja. heel erg leuk en tegelijkertijd ook heel zwaar. Want mijn dochter die werd geboren in de week dat mijn moeder ziek werd. Oké, okay. En dat trok wel een wissel. Daarnaast was ik in die periode heel erg bezig om mijn leven een nieuwe richting op te gooien. Of hoe noem je het? Met Extrema, met In The Dance, waar ik door toeval in terecht kwam. En er was echt een periode dat ik het en heel druk had. En ook nog eens een keer mijn moeder een lang ziekbed. En een dochter kreeg. Slecht huwelijk. Ja, van die periode denk ik wel eens van, hoe deed ik dat? Hoe deed je dat? Door eigenlijk gewoon veel tijd te stoppen in vluchten. In vluchten. En waar vluchtte je dan in? Werk. En wat voor werk deed je dan? Extrema, zei je dan? Nou ja, ik werd bij Extrema op een gegeven moment boeker. Extrema was toen pas 2 jaar oud of zo. Of 1,5 jaar. Die gaven feestjes. En ik ging daar wel eens naartoe. En vond het wel leuk daar. Omdat het een enorme gevarieerde mix was van mensen. Ja. Van eigenlijk alle soorten die je maar hebt, alle soorten en smaken. Van vrijzinnige, kunstzinnige mensen. Veel mensen die of lesbisch of homo waren. Queers, drag queens. Ik vond het geweldig. Want in mijn hoofd is ook gewoon iedereen gelijk. En maakt het voor mij niet uit. Ik vond het sfeertje te gek. En ik maakte daar wel eens foto's, gewoon voor mezelf. Kende de eigenaren Marcel en Sander ook. Ja. En Sander is dan later uitgestapt, hè? Ja, maar in die periode... Die heeft een politiek partijtje proberen op te richten. Ja, Sander was gewoon het geweten van de Extrema. Kijk, Extrema is begin jaren 90 opgezet. Ja. Ik ben daar zo rond 1995 bijgekomen. Ah, ja. En eigenlijk door een grote mond. Ben je erbij gekomen? Ja, ik zei van nou ja, die feestjes zijn te gek. Alleen die line-ups van jullie, die gaan alle kanten op. Ja. Het ene moment was de techno, het andere moment house. En soms was die energie hier. En dan de volgende DJ op een avond was de energie gewoon ver te zoeken. En dat kwam het feestje dan niet goede. Dus ze zei ze van, joh, dan ga jij dat toch lekker doen. Ik was wel bezig met muziek. Ik ben altijd bezig geweest met muziek.
Ik was in die periode ook een beetje aan het draaien en me aan het verdiepen in house, in het algemeen. Ik vond alles leuk. Nou, is goed. En nou ja, binnen een paar jaar ging dat eigenlijk een heel nieuw leven leiden. Al na een jaar. Ja. Toen kwam het festival. En outdoor was dat natuurlijk, hè? Dat was het. Ja. Was het net. Was net het eerste jaar outdoor. Tweede jaar ben ik gaan programmeren. En eerst was dat nog heel kleinschalig. De eerste versie was 1200 mensen. Waar je dan een hoofdpodium had wat uit twee delen bestond. Je had de ene kant en de andere kant. Als dan de ene kant afgelopen was. In de andere kant. Ja, dan kon je je omdraaien. En dan, het was geweldig. Toen kregen we drie area's en toen vier. En in die tijd ging ik als een veelvraat alleen maar leren over die muziek. Wat is nou techno en wat is house en wat is tech house en wat is ambient en wat is dit. En ik vond alles even tof. En dat moet ook, want als je meerdere podia gaat programmeren... Dan moet je een mooie balans zien te vinden. Dan moet een balans en je moet wel een beetje de nieuwste sounds en je moet wel een neus hebben. En blijkbaar was ik daar erg goed in. We hadden ook nog andere feestjes die we op een gekke plek gaven. In steden of naar Utrecht of Den Haag was. Of het was ergens in de grotten. Of het was in een stadion. Of het was... Ja, alles kon hè, in de jaren 90. Ja. En ik ging 2 jaar naar Ibiza toe. Pasha en El Divino feesten gegeven. De tijden van dat Jesso net opkwam. Ik geloof dat hij... Op ons festival, dat was de eerste keer dat hij een festival mocht afsluiten. De tijd dat Armin nog een jochie was. Ja. Ik geloof met zijn vader voor de eerste keer kon draaien. 750 gulden of 750 euro. Ja, daar krijg je hem nou niet meer voor. Nee, zeker niet. En heb je dan ook nog de begintijd van Sola gedaan of niet? Ja, ik heb de eerste 2 of 3 edities gedaan. Ja. Ah ja. En Sola is eigenlijk... Dat we elkaar dan nooit hebben gezien. Ja. Dus eigenlijk, want Solar de eerste was heel klein natuurlijk. Ja. Solar is geboren uit Lawfield. Ja, klopt. Ja. Ja. Met eigenlijk toen van... Mojo en met Jan Smeets. Ja, precies. Ja. Ben ik ook geweest. Ja. Eigenlijk is Solar het idee van Sander. Sander had destijds al een idee van... joh, we moeten een festival gaan maken. En dan heb je niet outdoor. Hè? Want outdoor was gewoon... Ja. Dat stond. En ja. We hoef je niks aan te doen meer eigenlijk. Nee, wij wilden een nieuw soort festival... Wat veel meer nadruk legde op ook de kunstgemeenschap. Ja, precies. De leuke dingetjes eromheen. Ja, hè? We hadden zoiets van... We maken een stuk land... En dan verdelen we in allemaal stukjes. Ja, en jij krijgt een stukje. En jij krijgt een stukje. En jij krijgt een stukje. En dan krijg je ook wat budget. Ga maar iets leuks doen. Ja, en, precies. We wilden ook een hele andere manier gaan... Maar het is toch grappig. Ja, want ik ben in die tijd deed ik tarotkaarten leggen. En zo kwam ik daar eigenlijk in. Ook een beetje voor mijn werk. Ik vond het leuk om op die manier met mensen in gesprek te gaan. Ja. En ik weet nog dat ik mijn eerste rondje had gemaakt op al die festivals. En dat ik tegen mijn vriendin zei, ja, heeft dit nou eigenlijk zin? Die mensen zijn allemaal zwaar beneveld af en toe of op de drugs. En dat heeft toch eigenlijk, ja, wat doe ik er eigenlijk dan voor? En toen zei ze, ja, maar ik vind het wel heel leuk, Mark. Want het is altijd wel heel gezellig. Laten we nog een rondje doen. Dan deden we nog een rondje. Het jaar erop. Er kwamen allemaal mensen naar je toe. Hey Mark, je hebt toen dit tegen mij gezegd. Daar heb ik zoveel aan gehad en mee gedaan. En toen dacht ik, dat is toch wel leuk. Ja. En zo ben ik daar een beetje in blijven hangen. Best wel lang gedaan eigenlijk, tot 2004. Of in 2004 ben ik daar ingestapt. En toen ben ik uiteindelijk, 2019 ben ik daarmee gestopt. Dat is inderdaad nog een tijdje. Ja. Want 2004 was... Lawfield was toen eigenlijk, toen regende het ook, was niet een groot succes. Was geen groot succes. Het probleem met Lawfield waar wij tegenaan liepen, wij hadden het idee voor Solar eigenlijk al een beetje zo... Klaar. Maar toen, en dat was de strijd tussen Marcel en Sander. Ja, Marcel en Sander, de eigenaren, die hebben vanaf de eerste dag al de strijd gehad. En Sander was het geweten, die wilde goed doen. Die wilde dat er betekenis zat aan de feesten die we gaven. Ja, ja. Dat er liefde en respect was. En dat we ook gewoon een deel van de winst naar goede projecten zouden doen. Oh, ja. Marcel is altijd degene geweest van de commercie en ook van zijn ego. Want dat was ook wel weer het verschil tussen Marcel en Sander. Sander had ook een groot ego, maar dat ego ging over het helpen van mensen.
Die was altijd betrokken bij de maatschappij. Ja. En dat was ook een heel mooi gegeven. En Marcel, die had een ego die meer zichzelf voedde. En die het heel fijn vond ook om in de belangstelling te staan. En ook geld te verdienen. Gewoon veel geld. Ja. En dat was altijd strijd tussen die twee. En ik zat daar tussenin. Ja, want ik weet wel, de eerste Solar... toen zei ik ook nog tegen Marcel en Sander... van, goh, dit is een goed concept. Maar ja, het heeft wel tijd nodig. Ja, en want, miljoen heeft dat gekost het eerste jaar. Ja, want hoeveel liepen er? 5000 mensen in 2 dagen. Was wel leuk. En het was super leuk, want het was heel overzichtelijk. En maar een beetje hip-hop en andere soorten muziek. En... Jesse Limmen, die daar de magneetbar had. Hè? Die uiteindelijk uitgegroeid is door het magneetfestival. Ja. En uiteindelijk nog in Lowlands gestaan heeft. En ook daar een soort hit mee scoorde. Dus ik heb echt wel heel veel leuke dingen zien gebeuren. Alleen de laatste keer dat ik daar was met Sona, dat was ook dat... Ik zelfs nog, Giel Beelen kwam toen nog langs. En toen dacht ik, ja, nu ben ik er wel klaar mee. Ja. Toen was het eigenlijk, de gekkigheid was zo gek geworden dat het ook niet meer leuk is dan. Hè? Ja. Dan komen mensen voor die gekkigheid. En dan is het een soort, een soort carnaval eigenlijk. Nou ja, ik heb natuurlijk die gekkigheid al eerder dat ik dacht van nou, dan ben ik wel klaar mee. Ja, als je dan de jaren 90 meemaakt en je maakt dan echte gekkigheid mee, want alles mocht en alles kon. Dat deden we ook. Ik heb echt zoveel maffe dingen gezien op alle feesten van ons, dat je ook wel zo'n plaatsvervangende schaamte had. Ja. En hoe is het godsnaam mogelijk dat mensen zich zo laten gaan? Ik was daarnaast die strijd wel redelijk zat met Mars van Sander. En op een gegeven moment ging Sander weg. 2003 of 2004, dat was het. Ja, die zijn behoorlijk heftig uit elkaar gegaan. Dat is wat ik meekreeg. Ja, heel heftig. Maar dat was ook op zich, kon niet anders. Wij bleven toen achter. We hadden toen het nieuwe kantoor in de Tramstraat in Eindhoven. Ja. En we hadden Music. Music was Roger en ik. En later kwam daar nog iemand bij. Wij deden eigenlijk de labels. Wij deden alles met programmeringen van de feesten. En daar werd wel serieus geld uitgegeven natuurlijk, weet je wel. Dus dan moet je eigenlijk de Porn Brothers dan ook nog kennen? Ja, zeker, tuurlijk. We hebben ook wel uitstapjes gemaakt in de periode. We zijn 2 keer failliet gegaan. Oh, ja. Het festival in Utrecht hebben we ook nog overgenomen. Lief? Dat Soul Festival. Van Supernatural. Supernatural. Ja. Is ook nog van extreem geweest. Klopt, heel even. Mm-hmm. Dat was eigenlijk wel jammer, vond ik persoonlijk. Want het was eigenlijk een heel leuk concept. Ja. Maar het liep vast eigenlijk. Maar iedereen had groeistuipen toen. Hè? Iedereen wilde ook gewoon groter. Te groot, te snel. In ieder geval, wij gingen toen naar... maar is toch grappig? Ik heb je nooit gezien. Of, nou, misschien wel. Als er één ding is wat ik... waar ik wel... Ik was altijd achter de schermen. Ja, ik liep nooit... Liep je er nooit overheen? Jawel, maar ik heb geen ego erin. Ik was niet iemand die dan met zijn borst vooruit liep van... Nee, maar niet met... Ik vond het lekker om heel anoniem dat sowieso, maar gewoon even werken. Te proeven van, goh, klopt. Oh, ik was voortdurend overal onderweg. Ja, precies. Ik was voortdurend aanwezig, maar ik was nooit... De meeste mensen kenden mij ook niet van gezicht, alleen van naam. Oh, Peter van Extrema. Ja, boven de rivieren wel, want daar was ik het gezicht. Ja, maar die CD, er is een CD-DVD uitgebracht toen, waar op die Porn Brothers ook staan. Ja, daar sta ik zelfs nog op. Ja. Oké, echt. En die moet al van jouw hand zijn geweest in de muziek. Ja, dat kan niet anders. Dat klopt. Ja. Zo'n dubbel... Maar als mensen dan vroegen, je moet ook... Nee joh, laat mij gewoon lekker met rust. Ik wilde ook nooit op beeld. Ik met Mout Hall winkels, die deden interviews toen. Dat was echt super grappig. Het was een hele harde regen, een storm, een wind. Het was echt... We hebben 2 keer in 3 jaar hebben we dat gehad. Hè? Echt, je zag zo'n zwarte wolk rolde zo over dat meer heen. Ja. Het beken was alles zijknat en donker. Nee, ik was niet... In 2007 zo ben ik weggegaan. En dat kwam al... we hadden al best wel strijd, Marcel en ik.
veel strijd, omdat Marcel altijd dingen wilde die ja, wij dan bedachten we iets met music. En nee, dat was dan weer niet goed. En het boeide hem ook eigenlijk niet. Hij had alleen maar interesse in één soort muziek. Dat was zijn future funk en house. Ja. En het moest alleen maar om lekkere wijven en een beetje niet-zeggende clubmuziek gaan. Dat was inderdaad wel een van de dingen waarvan ik eigenlijk de extreme muziek, zoals dat soms op festival, dat ik oh. Nee, maar later. Maar in het begin, wij zijn begin groot geworden. In het begin juist was het, door vooruitstrevend. Ja. Zeker als je de eerste sauna ziet. Ik weet nog dat ik... Ik kwam dan wel vaak bij bijvoorbeeld een Dance Valley of een Mysteryland. Ja, in Dance Valley had je Marksman. Die deed daar de programmering, maar ook het hoofdpodium, de MC. Hè. En hij was een Engelsman. En Marksman zei ieder jaar, Peter, jij hebt echt gewoon de mooiste baan hier in de muziekindustrie. Jij kunt gewoon programmeren vanuit je hart. Je moet 3-4 namen hebben die Marcel van zegt van joh, ik wil de bekende, weet je, op de affiches. En de rest kon ik helemaal naar mijn hand zetten. Ja. En zocht ik alleen mijn pareltjes uit. En toen zei hij ook van iedereen kijkt naar jou. Ja. Dat was tussen 2000 en 2004. Ja. Mysteryland keek naar mij. Dance Valley keek naar mij. Wat wij deden was dan leidend. Omdat we hadden geen commercieel belang. Ik was ook gewoon volledig naïef. Ik dacht, ik ga mooie line-ups maken. En als ik zie wat er toen op de line-up stond. Ja, dat was gewoon liefhebber muziek. Ja, en daar zijn we wel groot mee geworden. Ja, zeker. En dat werd steeds meer strijd. Want Marcel wilde steeds platter en steeds makkelijker. En moest steeds meer op elkaar gaan lijken. En, nou ja, goed, er was strijd en strijd. En die hing nogal graag met zijn neus in bepaalde zaken. Waardoor hij ook qua persoonlijkheid veranderde. En dat ging op een gegeven moment niet. Terwijl ik in 2007 ziek. Ik kreeg, ik werd diabetes. Dus type 1, hè. Dus ik moest gaan spuiten. Ik moest mezelf helemaal opnieuw gaan ontdekken en uitzoeken. En er waren zoveel dingen daar gebeurd dat ik op een gegeven moment dacht van, nou, ik ga hier weg. En ik was destijds bezig met het management van Matthew DK. Nou, die hing in principe onder Extrema Music, maar ik dacht van ja, ik ga weg. En Matt die wilde met mij verder, prima. En ja, daar heeft Sam of Marcel zo'n misbruik van gemaakt en zo mij het vuur aan de schenen gelegd. Dat tot op de dag van vandaag moet hij mij maar een beetje uit de buurt blijven. Was geen leuke periode. Ego, ik weet niet. Ik bedoel, laten we er gewoon niks over zeggen. Nee, jammer dan eigenlijk. Hè? Jammer dat het al zo eindigt. Hè? Dan. Ja. Die heeft mij ook uit het boek geschreven. En dat neem ik hem nog steeds kwalijk. Ik heb het boek nooit gekocht. Nee, dat vond ik echt schrikbaar. Ja. Want ik was gewoon 10-12 jaar lang heb ik ook mijn ziel en zaligheid erin gestoken. Ja. Ook veel geld in gestoken. En iedereen kende mij hier ook bij de radio. Ik was altijd bij 3FM en bij Edwin Diergaarde. En ik was overal bezig met het promoten van Extrema. En ja, Extrema, op een gegeven moment zijn de mensen hier ook boven de rivieren. Maar jij bent toch Extrema. Oh, zijn er ook nog, weet je wel, ja. Grappig, ja. Heel grappig. En met Sander toen wegging, toen ging het geweten weg. Toen werd het steeds platter en commerciëler. En Marcel's ego werd steeds groter. En er ging steeds meer drugs gebruiken. En steeds meer foute vrienden om hem heen. Die nog meer gebruikten. En altijd maar met zijn neus in de kook. En ja, ik heb er geen goed woord voor over. Nee, zo ego. Klinkt het. Zo klinkt het. Huh? Zo klinkt het ook. Ja, dat is de enige die... Het is gewoon jammer. Het is jammer dat je... Dat het allemaal zo leuk, spontaan, gezellig begint. En dat het dan toch in zo'n... Geld, hè? Ja, geld maakt niet altijd heel veel leuke dingen bij mensen los. Dat klopt. Nee, je bent er zo ingerold. Ja. Je bent er zo ingerold. Maar wat had je voor ogen toen je dan eigenlijk... Eerst kleuterschool, hè? En dan ga je naar de lagere school. Vond je het leuk, lagere school? Ja, lagere school wel, maar daarna vond ik gereed aan. Dus naar lagere school, liefst. Kijk, mijn ouders hebben me opgevoed met de gedachte, je moet doen wat je leuk vindt. Ah, dat is wel een hele fijne gedachte. Ja. Dat is een van de mooiste dingen die je kind kunt meegeven. Ja. Zonder dat er drang of druk of wat dan ook op je schouders ligt. Die zeiden, joh, als jij gelukkig bent met wat je doet, al wil je putjes scheppen, prima. Ja. Want die deden ook wat hun gelukkig maakte. Toen ik
op mijn 10e verhuisde ik. Ik ben geboren in Duiven. Toen gingen we verhuizen naar Reewijk, bij Gouda, Reewijkse Plassen. Hier in Duiven? Ja, ik ben in Duiven geboren. En dan helemaal... Ja, aan de andere kant. Er was een behoorlijke cultuurshock. Wel. Ja. Maar goed, weet je, als je 10 bent, dan pas je heel snel aan. Dus ja. Ik ook wel andere mensen die dan op een gegeven moment verhuizen en met kinderen. Ja, ja, je gaat gewoon mee. Het is gewoon, ja, je hebt ook niks te zeggen. Kinderen zijn super flexibel en leerbaar en zo. Ja. Dus ik heb daar ook geen tik voor gehad. Ik vond het eigenlijk hartstikke leuk. Wat mij wel een tik heeft gegeven, is dat toen ik in de... We hebben het over 7/7/77... Dus 7 juli 1977 heb ik een zwaar auto-ongeluk gehad. Tenminste, ik ben aangereden door een auto toen ik uit het zwembad kwam. Zo. En toen heb ik wat je noemt een bijna doodervaring gehad. En ik lag in puin. Ik had een verbrijzelde schouder. Ik had de 30% schaafwonden, zware hersenschudding. Hoe oud was je toen? Ik was 11. Ja. 12. Wat is dat? Ja. Ik ging naar een brugklas gaan. En, in welke richting? Brugklas? MAVO? HAVO te nemen. Ja. Ja. Dus je kon goed leren? Ik was slim. Ja. Ik weet niet of ik goed kon leren. Nou ja, maar slim in ieder geval. Ik pikte makkelijk dingen op. Ik heb nooit wat met leren gehad. Ja, vanuit doen. Dat is niet helemaal waar, want als je natuurlijk in die muziekindustrie heb je heel gauw geleerd. Ja, maar ik ben wel ik ben een onwijze kinesteet. Ik kijk en ik leer. Ja. En ik doe. Maar om mij in de boeken te zetten, ik heb al heel vaak... Je hoeft niet altijd te leren in de boeken. Nee, maar vroeger was dat wel zo. School is wel boeken. Ja. Toen ik dat ongeluk had gehad en ik ging op een gegeven moment weer naar school. En lang in het ziekenhuis gelegen dan? Langer? Twee maanden, zo. In een tractie, hè? Dus dan mag je ook je bed niet uit. Ik lag zo. Dus met je schouder of met je arm omhoog om dit te fixeren. Er zat allemaal pinnen in en zo. Dus ja, dan kom je eruit en dan moet je weer... Revalideren. Ja, en in die tijd werd het natuurlijk niet moeilijk gedaan over dat je geestelijk ook bijstand kreeg wat je overkomen was. Want ja, ik zei tegen mijn moeder van ja, maar ik zag mezelf daar liggen en weet je wel, van bovenaf. En ja. Ik vertelde wat ik meegemaakt had, dus ik keek me echt zo aan van oké. Ja, er werd voor de rest niet meer over gepraat of zo, weet je wel. Maar dat heeft wel impact. Dat zeker. Dat heeft wel impact dat je in één keer vanuit alles naar niets gaat. Ja. En dat je dan moet gaan instromen. En toen vond ik het heel moeilijk om... Je gaat soms ook echt anders kijken naar het leven. Hè? Letterlijk en figuurlijk. Ja, wat veel mensen teruggeven. Pim van Lommel heeft daar een heel mooi boek wel over geschreven. Mm-hmm. Die heeft natuurlijk daar heel veel onderzoek naar gedaan later. Hè? Die bijna doodervaringen. Was ja, en ik weet nee, ik ken het niet. Ik heb daar voor de rest ook niet... Het heeft me wel veranderd, maar niet in de zin dat ik of gelovig ben geworden of ben gaan geloven. Of dat ik. Maar anders ga je het leven staan. Ja, het heeft je bewustzijn een reset gegeven. Zo zie ik het. Ja, ja. En je krijgt dan wel iets andere kijk. Het probleem was wel dat ik redelijk ongeïnteresseerd was op school. Waardoor ik van HAVO-ateneum naar MAVO ging en van MAVO naar LEO. Ja. En die periode was gewoon, was ik gewoon doelloos, denk ik. Ik vond alles maar een beetje, ik weet niet, ik vond een hoop dingen niet interessant. Nee, ja, maar dat kan dus eigenlijk best een gevolg zijn geweest van dat auto-ongeluk. Kan, ja. En die bijna doodervaring. Ja. Dat je in één keer dingen heel anders gaat beleven, dingen anders gaat zien. Mm-hmm. En de waarde anders gaat inschatten. Ja. Hè? Dus waar eerst school misschien toch nog belangrijk was om een mooie doel te maar dat is wel een lullige periode. Ja, als je niet weet waar het vandaan komt, zeker natuurlijk. Ik denk dat mensen daar nu anders mee om zouden gaan. Ja. Maar goed, mijn ouders, die hebben daar voor de rest ook nooit echt iets mee gedaan of zo. Nee. Ik ging gewoon verder en volgens mij hebben ze gekeken. Het zal wel goed gaan met hem, dus... He? Hij leeft. Hij leeft en hij doet het. Het is nog steeds... Past het er nog op aan? We kunnen verder. We kunnen gelukkig zeg.
Dus maar ik, ja, de schoolperiode vond ik allemaal niet zo heel interessant. Vond het niet boeiend. Ik had maar bepaalde vakken die ik leuk vond. En die hadden dan ook altijd te maken met de mens die dan voor de klas stond. Ja, ja, dat is altijd natuurlijk wel een beetje zo. Hè? Als iemand ja. een leuke en bevlogen kan geven. Maar dat, dus ja. een Leo, die heb je wel afgemaakt, neem ik aan. Ja, 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 die heb ik dan wel afgemaakt. Ook omdat ik daar... Ik kan me niet herinneren. En dat is... ja, dat is niet fijn om te zeggen. Maar ik kan me niet herinneren dat ik in... mijn tienerjaren ooit huiswerk heb gedaan. Nee. Maar hoezo is dat niet fijn om te zeggen? Nou ja, het is... Weet je, daar zei ik wel dat ik mijn huiswerk ging doen, maar dat, ja, ik deed hele andere dingen. Ik deed gewoon geen huiswerk. En wat deed je dan als je andere dingen ging doen? Oh, ik vond lezen heel leuk. Oh. In die tijd was het natuurlijk anders, hè. Ik bedoel, dan had je geen Google en had je nee. geen... Dat je geen computers en wat ik het had. En ik ging muziek ontdekken. Ik ja. had rockabilly in die tijd. Oh, ja, ja. Rond mijn 16e. Dus ik ging een dikke grote vetkuif op mijn hoofd zetten. En originele kleding. En op een gegeven moment, ja, ik zong altijd. Dus ik ging in mijn eerste bandje zingen. Hoe heette dat eerste bandje? De Belvedere's. Dat was samen met mijn broer. Oké. Okay. En mijn broer speelde contrabas. Nog terug te vinden... Ja, ergens is nog wel iets op internet. Oké. Okay. Ja. Maar dat was met name een hele leuke tijd. Wij gingen in de weekenden vaak op pad met een groep van die rockabillies uit Den Haag, de Hepcats. Ja, de een die had een Cadillac uit 58 en de ander die had een Chevrolet uit 1960 en die had weer een Plymouth uit 55. En dat was de Plymouth Belvedere, daar werden wij dus naar vernoemd. En dan gingen we op vrijdagavond oefenen in Den Haag, derde van Kunststraat. Ja, en dan op een gegeven moment kwamen de optredens. Of, we gingen ieder weekend lekker naar optredens. En dan er was zo'n hele kleine subcultuur. En dan in Utrecht had je zo'n groep van die rockabillies. En in Amsterdam had je de Bobcats. En ja, dat was geweldig. Ja. Toen ging het ook tussen mijn broer en mij ging het wel redelijk goed. Ik heb altijd een moeilijke relatie gehad met hem. Dus een heel ander type dan ik. Ja, dat is een beetje zo op en af gegaan. Hè. Dus hij is meer wel richting studeren en zo gegaan dan? Nee, mijn broer was ook niet zo. Die was veel slimmer dan ik. Die is nog steeds, die zat op het gymnasium. En dat had hij makkelijk kunnen doen. Maar op een gegeven moment ging hij dan toch maar naar de Rijksscholengemeenschap. Haven Atheneum. Ja, die had wel moeite met zijn focus vinden, zeg maar. Ja. Want ja, die vond andere dingen ook eigenlijk net zo leuk of nog leuker. Dus ik denk wel dat mijn broer en ik vroeger net iets te vrijgelaten werden. Ja, hoor. Dat kan. Hè? Dus het klinkt, wat je net zei, is wel heel fijn. Is goed om kinderen mee te geven. Dat lijkt me ook. Hè? Ik denk, als ouder kijk je eigenlijk over de schouder heen. En je probeert te kijken, ja. Wat is het talent? Wat is de kwaliteit? En daarin kan je dan een beetje helpen. Ja, maar ja, als niet. Pa, als die was er nooit. Want, of was er nooit. Die was de helft van de tijd zeker weg. En ook wel eens vaak 3, 4, 5 weken dat hij weg was. En ma, die was druk met zorgen. Ja, die geloofde de jongetjes altijd op de woord. Op een blauwe oog. Dat, zo ging dat. En wij maakten daar gewoon misbruik van. Ja, ja, ja. Dat was gewoon zo verschrikkelijk. En is er wel eens komen kijken bij een optreden dan? Ja, zeker. Okay. Ze was ook al trots. En mijn vader ook. En... ja, we hadden eigenlijk gewoon hele leuke ouders. Ja, mijn vader was dan wel wat afstandelijk en zo. Maar bij ons mocht alles. Ja. Ja, zo'n huis waar ook iedereen dan naartoe kwam. Naar binnenkomt. Juist, ja, aan de thee. En, zoete inval. Ja, en ik had nog wel eens vriendinnetjes. En dan was mijn moeder weer vol overgave op de nieuwe liefde. En helemaal, ja, was helemaal welkom. En dan ging het weer uit. En dan was ze weer helemaal sip. Maar dan bij de volgende ging ze er weer helemaal voor, weet je. Erg leuk. Ja. En dus, maar dan, dus, en die muziek is toch wel een soort rode draad dan gebleken. Dan, ja. Want dan komt hij toch op latere leeftijd, kom je dan bij Extrema terecht. En dan ga je daar helemaal in de muziek zien terecht. Elektronisch vooral dan natuurlijk, dance. Nou, ik heb in de, zeker in het begin van de dance, vond ik het verschrikkelijk. Ik had er helemaal niks mee. Ik kwam uit een cultuur van bandjes. Ja, ja. Het is even wennen. Ja, ik deed jaren 50, 40 muziek. En ook jaren 20, 30 vind ik ook helemaal te gek. Ja. Ik heb alles wel geconsumeerd. Van Hot Club de France, naar Big Band, naar Blues. Je kan het zo gek niet bedenken. Maar ik heb alles geluisterd. Toen kwam op een gegeven moment... Toch? Super tof. Ja.
Dat doe ik nog steeds. Dan zal weer rechts zonder naam tot aan Chesto en weer terug. Ja, maar het grappige was, ik had dus niks met elektronische muziek. Dat vond ik echt stom. En ik weet nog, wanneer dat kwartje gevallen is. Wij hadden vrienden, Petje en Wanda. En die gingen wel eens naar een feestje. Die waren eigenlijk ook rockabilly. Maar die zei, ah, je moet een keer mee en dan moet je een keer een pilletje erin. Dat was zo rond 94 of zo. Nee joh, ga weg, we hebben drugs, daar moeten we niks van hebben. Maar ja, dat bleef zo'n beetje. Dus wij op een gegeven moment mee. Dan gingen we naar een zwembadfeestje in Gran Dorado in Zandvoort. Van Tommy, dat weet ik nog wel. Loveland heette dat toen al. Dat is nog steeds. Oh ja, Loveland is nog steeds. Ja, ja. Nou, en wij ook een pilletje erin. Ja, dus maar dat swimhouse, de eerste swimhouse was hier in de koppel. Oh, dat weet ik niet. Ik heb, ja, ons eerste feest was daar. En hij is er toen mee gestopt. Dan zijn ze naar Heilrezen ontwikkelen. Dan zijn ze met die harde feesten. En toen kwam er wel wat meer concept. Want hij is nog in de Tongelreep, is die swimhouse geweest van Nachtegaal. Ja, dat was echt bizar. Nou ja, wij daar naartoe en onder invloed van natuurlijk die muziek gehoord. Wat voor mij echt een ver van mijn bedshow was. Tot op die avond. En toen ging ik om. Toen dacht ik, oh wauw, dit is te gek. En in één keer snapte ik het. En ja, ik had alles geconsumeerd van jaren 20 tot aan nu. Ik heb een band gehad met allemaal Crowded House dingen. Dus dat was ons ding. Ik had een beetje een stem zoals Neil Finn. En ik vond Crowded House te gek. Ja, en in één keer kwam die house. En toen dacht ik van, oh ja, nou, er ligt weer een hele nieuwe weg voor me open. Crowd eraf gegooid. Toen bleef house over. Nee, alleen maar house over, ja. Toen ben ik wel dingen gaan inhalen, ja. En toen kwam ook heel snel dat ik ook draaitafeltjes aanschafte en platen ging kopen. En zo. Dus zo gaan die dingen, hè? Ja, zo gaan die zeker die dingen, maar is ook niet verkeerd zo te horen. Nee. Alleen toen op een gegeven moment kreeg je dus wel diabetes. Dat veranderde je leven natuurlijk weer een stuk. Dat je zegt, ik moest mezelf niet meer eigen vinden. Toen een heel hectisch leven en met music hadden wij het druk. En ik deed management voor artiesten. Ik ging nogal wat op pad. Ik zat te veel in het buitenland. Als jonge vader ook dan nog? In die ook als jonge vader, maar goed, Jip was ondertussen al 7. Dus veel weg, veel doen, maar altijd die spanning en altijd gedonder. En altijd met Marcel, want die laatste 2 jaar was gewoon echt niet leuk. Toen is op een gegeven moment de bom gebarsten, ook omdat hij zag dat ik ziek was en daar een behoorlijk misbruik van gemaakt heeft. Ik had ook niet de energie om het tegen te verweren. Toen ben ik ook gaan scheiden in het jaar. Toen is alles gewoon in 1 jaar in elkaar geklapt. Toen heb ik 1,5 jaar bij een vriend gewoond in Leusden. Daar kwam ik vandaan, of tenminste daar woon ik toen. En dan heb ik eigenlijk ook 1,5 jaar heb ik gewoon in een gat gezeten. Gewoon, depressief geweest. Sowieso klinkt het ook. Hè? Dus dat klinkt echt zo van, eerst was alles was goed. Mm-hmm. Het klapt in, je wordt ziek. Nee, maar het was niet goed. Het was... Nou ja, het was wel goed, alleen het had anders gekund dan. Hè? Denk ik. Ik denk 2 karakters die botsen, zo ook een beetje. Hè? 1 karakter die ver weg is. En jij wil iets anders en die ziet weer alleen maar geld. Ja, dan moet maar dat was 1 kant. Maar thuis was er ook al jaren zoveel spanning. En dat is dan nog extra erbij. Hè? Dan wordt alles valt samen en dan klapt het in en dan moet je opnieuw beginnen. Ik was mega eenzaam eigenlijk, in retro perspectief. En dat heeft mij gewoon genekt. En op een gegeven moment kon ik niet anders dan gewoon... Alles maar laten vallen. Ja. En op zich is dat gewoon prima geweest, hoor, voor iedereen. Nee, het is ook helemaal niet verkeerd. En hoe ben je die depressie doorgekomen dan, dat jaar? 1,5 jaar, zei je? Gewoon eigenlijk zelf. Ik heb wel, ik ging in die periode, heb ik 2 verschillende therapeuten versleten. De eerste, daar was ik veel te slim voor, dus toen hield ik mezelf alleen maar voor de gek. Ja. Dat gaat er wel eens. Dus daar ben ik toen mee gestopt. En later heb ik een nieuw traject opgepakt met iemand die wel gewoon gelijk daar doorheen prikte. En zei, luister, je hoeft het niet voor mij te doen. Hè? Je doet het voor jezelf. Ja, precies. Zeg het maar. Ja. En toen is het ding wel beter gegaan. Ik weet wel dat mijn moeder vroeger zei van, joh Peter, als je ooit in zo'n situatie komt, dat je depressief wordt. Want bij mij is het glas altijd...
tot het randje toe vol een druppeltje van overlopen, zeg maar. Ja. Dus ik ben een heel optimistisch en ook opportunistisch persoon. Maar als dat gebeurt, dan moet je daar gewoon doorheen gaan. Vertrouw er dan maar op jezelf, maar ga niet aan de medicijnen. Want, nou, AZ heeft ook geen zin. Hè? Gewoon ervaren is dan toch... Ja, maar goed, we leven wel in een maatschappij waar er snel naar een pilletje gegrepen wordt. Hè? Ook vanuit artsen. Ja. Je moet wel voor jezelf wel sterk genoeg zijn om te kunnen weerstaan. Hè? Ja. Dus het is soms niet eens de patiënt, hoe je het noemen wil, zelf die dat aanbiedt. Maar soms natuurlijk ook inderdaad artsen die daar te vroeg mee komen. Maar er is ook niet zoveel voor handen. Hè? Dat is ook zo natuurlijk. En je moet ook wel zelf veel kunnen reflecteren, inzichten in jezelf kunnen krijgen. Je moet het allemaal wel kunnen oppakken om daar op een andere manier uit te komen. Dat is ook wel zo. Hè? Ja. Voor sommige mensen is het ook het enigste redmiddel dan uiteindelijk. Ja. Maar jij blijft daar dus van weg. Eigenlijk zeg je. Ik ben daar gewoon doorheen gegaan en mijn tijd ervoor genomen. En ik bedoel, sommige dagen duren dan wel lang. Maar ik zit bij een vriend van mij die helaas toen ook niet zo heel goed in zijn vel zat. Wat denk ik wel de dingen wat lastiger gemaakt heeft. Ja. Maar op een gegeven moment kom je daar dan uit en ga je weer op je eigen benen staan. En dan ga je langzaam weer gewoon deelnemen aan het leven, weet je wel. Ja, wat ging je toen doen? Dan is de muziek weg, je relaties. Na dat anderhalf jaar dacht ik van kom, we zetten de schouders eronder. Toen had ik het idee om de verslavingszorg voor jonge volwassenen in te gaan. In mijn dagen in de muziek. Had je er heel veel gezien? Ja, had ik het nodige gezien. En kwamen mensen ook vaak bij mij aankloppen van joh, wat moet ik? Ja. Ik was ook een beetje de oudere in de dance. Toen ging ik de SPH doen tussen al het jonge gerucht. Ik ging weer naar school. Ja, ja. En anderhalve maand kon ik niks meer omdat ik reuma in de vingers kreeg. Oh. Je moet veel verslagen maken. Ja, en ik kon helemaal niks meer. Dus toen was het wel even van, holy shit, en wat nu? In die periode had ik ook een documentaire gezien. Ik had vroeger muziek en fotografie. Ik deed fotografie al op mijn 17e, 18e. En, dan begon je in die muziekzin, dan ging je ook... Ik was altijd al geïnteresseerd in fotografie. Mijn vader had mooie camera's. Ging ik wel eens bezig. En op een gegeven moment ga je zelf ontwikkelen en ga je afdrukken. En dat was een dingetje. Het was super tof. Alleen ben ik daar toen mee gestopt, zo rond de 22e. Omdat ik iets in mijn hoofd had wat ik niet kon maken. Ik kon best een mooie print maken. Maar ik wilde iets wat blijkbaar niet kon. Toen ben ik daarmee gestopt. Wel altijd naar fotografie gekeken. En toen, ik denk dat ik een jaar of 8, 39 was. Misschien 40. Toen zag ik een documentaire van Sally Mann, een New Yorkse fotograaf. Die met dit proces werkt, collodingfotografie. En ik keek naar die documentaire. En ik kreeg echt kippenvel van herkenning. Ik dacht van, maar wat ik vroeger wilde, dat bestaat wel. Ja, ja. Alleen moet je dan wel... Iets anders geleerd. Ja. En dat was het eerste. Zilverplaten zei dat, hè? Ja, koloniefotografie is eigenlijk de eerste commerciële vorm van fotografie. Waarbij je zelf je film maakt, lichtgevoelig maakt. Het is allemaal met zilver, bromides, jodides, ether, nitrocellulose, zilver. Het is giftig, smerig, gevaarlijk. Het is gewoon echt niet goed. En ik weet nog dat toen ik niet met de SPA verder kon gaan, dat ik dacht van dan ga ik gewoon dat doen. En dus iedereen zei, joh, jij bent gek. Wat is dat voor fotografie? Want 15 jaar geleden wist niemand dat. Er was één iemand bezig, dat was Alex Timmermans. En voor de rest niemand. En ik zei, daar ga ik mijn werk van maken. Dus jij bent gek, dat lukt je nooit. Maar ja... Met de muziek zei iedereen ook van dat lukt je nooit. Ja. Oh, dat is een goeie, want dan lukt het me dus. Want ik ben wel een beetje eigenzinnig. En toen het kappersvak kwam ook op mijn weg. Iedereen zei, Wilbert, wat ga jij nou doen? Ja, maar... Kapper? Goed. Ja, ik ben je ook geweest. Ik ben op mijn 17e ben ik naar de kappersacademie gegaan. Oh ja. En dat was een volslagen verrassing voor iedereen. Ja, voor mij ook. Voor mij ook.
Maar dat was een gouden greep. Want ik wist het niet toen. Ik was echt stuurloos, doelloos. Want op mijn zevende was al een vriendje door een ongeluk omgekomen. Ik had zelf een... Zwaar ongeluk gehad. En zo rond mijn 17e, 18e ben ik ook nog twee beste vrienden door ongelukken kwijtgeraakt. Ik moest gewoon ook iets doen. Ik moest gewoon... Ik werkte even in een dumpzaak naar de Leo. En ik wist het niet. En op een gegeven moment zei een vriend van mij... je kapper is iets voor jou. Nou, misschien wel. Lekker met mensen bezig. En lekker met je handen bezig. Dus ik ging naar de kappersacademie in Rotterdam. En ik bleek talent te hebben. Oh ja. Dus ik zat daar met 7 jongens en 250 meiden op de kappersacademie. En werd al op de kappersacademie van school geplukt daar door mijn latere baas, René Minet. Jonge vent uit Alphen aan den Rijn, die met allemaal franchise bezig was. En van school gekomen ben ik eerst 2 jaar in Waddinxveen aan het werk gegaan. Dat was vlak bij Reewijk. En toen kreeg ik mijn eigen zaak in Woerden. Dus ik was 21 en ik had een grote kapsalon met allemaal dames waar ik de baas van was. Ik was natuurlijk nog een jochie. Ja. En dat liep als dierenlier te dienen. Bakken met geld. En ja. Maar dat ben je toen gestopt toen je uiteindelijk in de muziek ging? Dat is ook een apart verhaal. Want ik deed dat eigenlijk met veel plezier. Maar op een gegeven moment had ik wel zoiets van, joh. Ja, ik vond ook een oppervlakkigheid in zitten. Maar ik had het wel naar mijn zin. Ik bedoel, ik had een kapsalon waar ik baas was of manager was. En allemaal van die dames die voor me werkten. Ik deed podiumwerk voor Zwartskopf en ik gaf les. En nou, ik had eigenlijk een heel goed leven. Ik woonde op mezelf in Woerden. Want in Woerden was de zaak. En op mijn 24e zei mijn baas, nou, moet ik je praten? Ik was er net 3 jaar daar bezig en dat liep allemaal en ik had wel een uitdaging nodig. En hij had ondertussen 12 zaken. Hij zegt, ik wil naar 25 zaken groeien. Ik wil dat je uit de zaak komt of gaat het aankomende jaar. En dan moet je naast mij als rechterhand komen te werken. En dan wil ik dat jij je gaat bezighouden met alle communicatie, intern en extern. Oké. Dat is goed, maar ik wil eigenlijk gewoon eerst eens een half jaar gewoon weg. Ik wil gewoon eens een keer naar Australië toe en gewoon eens een keer los van alles. Toen zei hij van, nou, een half jaar is te lang, 3 maanden kun je van me krijgen. Toen ben ik s'avonds naar huis gegaan en toen heb ik nagedacht. Toen ben ik volgende dag naar hem toe gegaan en gezegd, ik neem ontslag. En ik ben nooit meer teruggegaan. Ja, en ik had alles, want ik verdiende 5.000-6.000 gulden in de maand. Toen was heel veel geld. Ja. En iedereen zei, wat doe jij nou, joh? Ja. Ben je helemaal gek geworden? Ik zei, ik benauwde me. Ik denk, dan heb ik dadelijk huisje, boompje, beestje. En wat ben je toen gaan doen? Ben je een jaar naar Australië gaan? Ja, precies. Een jaar. Toen dacht je, een half jaar, 3 maanden. Hallo, ik ga gewoon Dan ben ik gelijk een jaar gegaan, ja. En dan kom je terug? Ja, toen ben ik in de horeca terechtgekomen bij Martinair Party Service. Toen werd ik daar partymanager binnen 3 maanden. Hele exclusieve feestjes. En ik had talent voor de horeca. Ja. En toen werkte ik daar nog. En toen ben ik na 1,5 jaar, wist ik wel, ik moet daar weg. Omdat het zo slopend was. En zo enorm heftig, dat werk. Toen ben ik door 2 mensen die ook voor de party service destijds werkten. Die gingen naar een restaurant beginnen in Delft. Nou, kom bij ons werken. Ben ik gaan doen. Daar werkte ik een tijdje. En toen was er iemand anders in Delft. Die zei, ik ga een café-restaurant beginnen. Wil je niet bedrijfsleider hier gaan worden? Dat was 2:30. Dat was in het Techniekmuseum van Delft. En er kwam een bierbrouwerij bij. En een koffiebrouwerij. Dat ging hartstikke tof. Alleen vergat die man zijn personeel te betalen. Oh ja, dat is niet zo tof. Dus dat was wat minder. Ja, dan wordt het zelfs een beetje saai. Hè? Ja. Toen had ik in die tijd, leerde ik mijn vrouw kennen, met Natasja. En toen ben ik naar Amersfoort verhuisd en weer hele andere dingen gaan doen. Ja, en dan uiteindelijk kom je bij Extrema terecht en uiteindelijk ga je daar weer. Doordat je eigenlijk ook... Ik heb nooit een plan gehad. Nee, maar dat is soms ook niet nodig natuurlijk.
Ja, maar heel veel mensen zeggen, ik word dit, ik word dat. Nee, maar dat hoeft niet. Ik denk, het gaat er meer over dat je een beetje het vertrouwen in jezelf hebt, dat het altijd alweer op zijn pootjes terechtkomt. En dat hoor ik wel heel sterk. Je hebt nou niet, kijk, je hebt niet de angst van, oh jee, als ik dit nu loslaat, nee, dan gaat het helemaal mis. Anders kun je het niet loslaten. Nee, maar dat is de basis van wat je in je jeugd meemaakt. Hè? Dat het leven gewoon heel snel eindig is. Ja. En dat is ook de rode draad in mijn leven. Dat ik heel veel vrienden en kennissen en zo ben kwijtgeraakt op iedere leeftijd. Dus ieder jaar is het wel ergens raak. Ja. Dus ik ben wel heel erg die gedachte van, joh, dingen zijn heel erg eindig. Doe wat je leuk vindt. Zo ben ik en opgevoed, maar dat is ook mijn ervaring in het leven. Ja, precies. Maar dat moet je wel liggen. Dat betekent dat je inderdaad een beetje eigenzinnig moet zijn, want anders lukt je dat niet. Hè? Als allemaal mensen je in dingen influisteren en dan weer op het goede pad proberen te houden, wat dat dan ook mogen zijn, dan kom je daar niet. Hè? Nee, en dat is daarbij niet altijd de makkelijke weg, hoor. Nee. Ja, het klinkt nu als een mooi boek, maar dat is het natuurlijk niet altijd geweest. Zo, het is wel een boek met heel veel hoofdstukken. Ja, en ik heb wel echt extreem toffe dingen meegemaakt. Maar ik heb ook extreem lelijke meegemaakt. Precies. Ja. Hey, want met die collodium fotografie is bijvoorbeeld de LP van de Douwe Bob. Heb je toen een portret gemaakt? Ja, ik ben toen begonnen in... Dat vind ik wel persoonlijk een hele mooie foto. Ja. Dat is een van de, misschien wel de krachtigste die ik vond. Gek genoeg. Want ik heb heel veel gezien. Dat is wel, ja, daar is iedereen heeft een andere mening. Ik ben op een gegeven moment begonnen met die fotografie. Omdat ik heel erg aangetrokken voelde tot eigenlijk drie dingen. A was, het is geen kleur. Dus ik hou van zwart-wit. Ja, hoewel het niet helemaal zwart-wit is. Omdat dat een interpretatie van de werkelijkheid is. Ja. Daarnaast vond ik het proces van die hele korte scherptediepte, waar je met sommige objectieven iets extreems mee kon doen, vond ik ook heel tof. Ja. En wat ik het allertofst vond, was de besmettelijkheid van de chemie, waardoor je heel veel imperfectie kreeg en heel veel rare besmettingen die op het beeld allemaal weer anders toonden. Ja. Daar ben ik vanaf de eerste dag heel erg mee bezig gegaan. Ik heb mezelf aangeleerd. Chemie gaan kopen, oude spullen gaan kopen. Ik ben gewoon, in Leusden heb ik boven op zolder heb ik een doka gehad, een eerste studiootje. En toen kwam er een hele oude camper die ik gekocht had en opgeknapt. Heb ik alles eruit getrokken, Mazda uit de jaren 70. En dat werd mijn doka. Dus ging ik op pad ermee. Nou, dat was helemaal een ding. Volgens mij zelfs die op de hoogte 80 heb je nog gestaan. Ja. Helemaal in het begin, toen ik hier kon wonen. Maar ik ging dus op pad ermee. Daardoor leerde je mensen kennen, zagen mensen het proces. En kreeg je steeds meer opdrachten. En ging je ook steeds meer specialiseren. Mijn inkomsten waren voornamelijk portretten natuurlijk. Maar ik deed naakte, ik deed macro's, ik deed... Nou, je komt Schappen. Nee, maar ik vond het voor... ik heb wel heel veel mooie andere foto's voorbij zien komen. Maar ik vond dat portret van Douwe Bob zo passend in dat proces van de zwart-wit en die collodium, vond ik echt een hele mooie, sterke, scherpe foto. Ja, nou, ik vind zelf uit die serie die ik met Douwe Bob gemaakt heb, vind ik dat niet de mooiste foto. Nee, dat kan me wel. Maar dat is natuurlijk altijd als je zelf in zo'n proces zit. Ik heb ook bijvoorbeeld met, hoe heet die uit Nijmegen, heb ik ook die hoes een keer voor zijn album gedaan. Die Nederlandse zanger, weet je nou. Zeg me dat het niet zo... Frank Boeien. Nou, hartstikke leuk vent. Ik zat toen op de Hommelseweg. Had ik dat mooie oude pand. Die oude dansschool. Ja, theateracademie. Dan had ik de oude studio, of de oude gymzaal daar. Wat een fantastische ruimte. En er was ook zo'n type waar je dan mee aan de slag ging. Net als Douwe. Die kwam dan een dag, twee dagen. Ik geloof dat ze al bij twee dagen geweest zijn. En dan ging ik gewoon mijn foto's maken. Dan zag ik wel wat eruit kwam. Eigenlijk wat ik altijd doe. Hè. Ik heb nooit een plan. Ik heb nooit zoiets van, ik ga dit doen of dat doen. Nou, kom maar en we zien wel. Ik laat me altijd inspireren door het moment. Die ging ook een foto gebruiken voor de hoes. Ik dacht van, hè? maar je moet deze... Nou ja, deze die zie ik nu nog steeds. Die gebruiken ze steeds voor zo'n abri. Als die dan op tour gaat. En blijkbaar
is dat dan de sterkste foto van hem. Dus die zie ik al jaren door heel Nederland als ik ergens ben. Hij is er ook weer, Frankie. Het leuke van de fotografie is, en dat is de rode draad. Uiteindelijk heb ik heel veel verschillende dingen gedaan. Of het nou het kappersvak is, of in de horeca, of in de muziek, of in de fotografie. Maar eigenlijk ging het altijd om mensen. Ja, nou ja, dat, ja precies. En, het zijn altijd mini-interviews die je hebt, hè. In de kappersvak ook. Als je bent zoals ik, dan ik ben heel nieuwsgierig. Ik vraag iedereen het hemd van het lijf. Dat doen we vandaag niet, maar ja, eigenlijk het hoor ik. Ja, je waarschuwde me aan het begin. Maar tot nu toe valt het reuze mee. Nee, omdat ik me ook aan de afspraak hou. Maar oh, is dat zo? Ja, ik ben wel geneigd om de mensen het hemd van het lijf te vragen. Maar ik vind het wel mee. Ja, maar ik vind ook wel. Ik hoor ook leuke dingen voorbij komen. Ja, dat is nog niet eens de helft. Nee. Dus we hebben natuurlijk maar een bepaalde tijd. We moeten een klein beetje de tijd in de gaten houden. Maar dus fotograferen, kapper, muziek, allemaal gaat het over mensen. Maar ik denk ook wel een kwaliteit. Je bent denk ik ook wel een hele gevoelige jongen, schat ik zo in. En dat vinden mensen ook eigenlijk altijd wel leuk om daar hun ziel en zaligheid aan te komen vertellen. En dan zie ik je inderdaad in zo'n dance scene dat je dan... Ja, dat allemaal mensen hun problemen bij jou komen vertellen, dat je dat aanhoort. Nou, dat niet alleen. Ik had een naam bijvoorbeeld ook. En dat merk ik nu, want ik ben langzaam weer terug aan het gaan in de muziek. Ik ben, ik denk, erg lief geweest vroeger voor producers en DJ's. Ik was ook heel strikt. Ik vond het juist heel erg leuk om de mensen die gingen instromen in de muziek wegwijs te maken en kansen te geven. Ja. Ik zie bijvoorbeeld een Eelke Klein nog steeds, heel regelmatig. En dat was, hij was een jochie van 17 toen hij voor het eerst met zijn demootjes kwam. En nou is hij een gevierd DJ-producer. En ja, ik spreek hem nog steeds iedere week of twee weken. Dus daar heb je lange relaties mee van 20 jaar ondertussen al. Ja. En zo zijn er talloze mensen die ik nog steeds spreek. Ja, maar dus dat betekent eigenlijk als je bouwt dan toch echt een eerlijke vertrouwensband op. Hè? En dat is waarschijnlijk ook wat je dat net in het begin zei over met extrema, dat je daar dan zo bijna extreem tegenaan loopt. Is dus eigenlijk dat die menselijkheid ver te zoeken is. Ja. En dat het alleen maar over geld gaat. En dat is nooit jouw drijfveer geweest, zo te horen. Want anders had je andere dingen gedaan. Dus het zegt me niks. Nee. Dus dat is natuurlijk wel ook weer een voordeel in jezelf, dat je dat niet zo op die manier met je meedraagt. Ja, maar ook een nadeel, want het heeft me ook arm gemaakt. Nou ja, dan verlies je dus, dan ga je dus een jaar naar Australië, heb je waarschijnlijk heel veel leuke dingen meegemaakt. Maar je had ook een gouden toekomst kunnen hebben in de kapperswereld. Ja, ik had in de muziek, ik bedoel, Marcel heeft mij echt wel heel veel geld onthouden. Ja. Echt wat een verschil had kunnen maken in mijn leven. Ja. En daarna was ik ook echt klaar. Ik denk, waarom zou ik ooit nog me druk maken over mijn geld? Ja, maar dat is dus één persoon die dat eigenlijk zoals een stempel daarop drukt. En daarin je vormt. Ik denk, het klopt natuurlijk. Het heeft ook vaak niet zo heel veel zin om je alleen maar druk te maken over geld. Maar het is natuurlijk ook niet leuk als het op zo'n vervelende manier onthouden wordt. Ja, de kunst van het leven, Mark, is dat je op een gegeven moment niet bitter wordt. Of niet bitter bent. Ja, klopt. En ik heb dat gewoon allemaal achtergelaten. En ik vind dat ook prima. Ik denk daar ook niet meer aan. Alleen als ik de naam Marcel Mingus hoor, of een andere naam, dan kan ik wel alleen een weet je wel. Ja. En dat heeft niet te maken met het feit dat ik er niks aan overgehouden heb. Dat heeft meer te maken met het feit dat iemand mij gewoon echt gekwetst heeft. Ja. En mijn vertrouwen beschaamd heeft. Nee, maar ik hoor dat ook niet in geld. Ik hoor dat meer eigenlijk over wat wel afgepakt is. Dus eigenlijk de liefde voor muziek. Je was wel kwijt op een gegeven moment. Ja, want dat ben je dan kwijt. Dan denk je, hallo, als het zo moet, dan wil ik dat niet meer. Mm-hmm. Dus daarmee wel een soort... weer een ander proces in jezelf in gang gezet. En dan goed, dan begin je wel weer opnieuw. En dan kom je natuurlijk ook in een ziekteproces. Hè, met waar je het net over had, over diabetes. Dan ga je fotograferen. Maar elke keer blijft er een soort progressie zitten. Van, nou dan ga ik dit doen. We kennen elkaar ook bijvoorbeeld van de Volkstuin. Ja. Dan begin je heel klein.
Ja, en dan nou ja, alles spring je over naar mij organisch. Dan denk ik nu, oh, maar wat grappig. Dus eigenlijk zit je natuurlijk, de rozenkweken hoor ik daar, de veredeling hoor ik daar. Nou, dus mijn vader, die zou echt die zou in een deuk liggen als hij mij zou zien op de tuin. Want ik was degene, vroeger moesten wij bijvoorbeeld mee als klein kind zijn, vogelen. Mijn vader was ook buitengewoon opsporingsambtenaar. En die mocht mensen een bon geven als ze dan bijvoorbeeld aan het stropen waren. Ja. Of met wild of wat dan ook. Deed hij niet, maar mijn vader die kende ook alle Latijnse namen van alles. Als je dan hier zo rondkijkt, dan wist hij ook van alles. Oh, ja, weet je wel? Ja, ja. Eigenlijk gewoon een beetje een halve autist, weet je, daarin. En mijn broer kon ook alles onthouden, maar ik kon helemaal niks onthouden erin. Ja, maar is het zinvol om een Latijnse naam van een plantje te kunnen zeggen? Ja, maar is handig, als kind zijn, dan kijk je daar tegenop. Als je broer het wel kan en je vader kan het en je moet mee. En dan op een gegeven moment Wat is zelf een plant? Ik weet het tot op de dag van vandaag, weet ik nog steeds al die namen niet. Nee, maar het is wel grappig om te horen. Dus dat dan, ja, de appel valt niet ver van de boom. Nee, dat. Ja. En je hebt er heel veel plezier in nu in die volkstuin. Ja, ik vind het geweldig. Het is ook heel mooi om iets te zien groeien. Ik heb ook enorme groene vingers. Het eerste wat ik doe als ik hier binnenkom, is de kwaliteit van alle planten beoordelen. Ja, en zijn ze goed gekeurd? Ja, er zitten er een paar bij. Die hebben echt liefde en aandacht nodig. Ja, welke is dat dan? Nee, die bijvoorbeeld achter jou, die doet het hartstikke goed. Maar zet hem iets te nat, met name in de winter. En dan laat hij ook snel het kopje hangen. Hoor. Ja, hij doet het nu wel goed, toch? Ja, hij doet het grappige is, hij stond hier in deze ruimte. Karen had hem zelf ooit een keer aangeschaft. En toen zei ik, ik heb een soort, ik weet niet hoe die heet trouwens, maar ik heb een soort haat-liefde verhouding met dit soort planten. Ik heb ze vroeger vaak gehad en er blijft er zo'n armzalig sprietje over met een paar blaadjes. Nee, ik hoef hem toch niet. En toen heeft ze hem daar op de gang gezet. Met hem in heel kwetsbaar. Ja. Dus hij stond zonder stok. En eigenlijk op klappen. Ja, dan kon ik er ook weer die over mijn hart van krijgen. Dus toen heb ik hem toch weer teruggebracht naar binnen. Ja. En toen heb ik hem hier, daar staat hij netjes vast. Een nieuwe pot gegeven. En hem toegesproken dat hij mocht blijven. En dus hij is ook al heel oud. Want Karen zei dat ze hem al een jaar of 20 geloof ik al had. Ja, nee, dus dat kan wel. Richting 23. We hebben ook zo'n soort ding thuis, ietsjes groter. En die blaakt van zelfvertrouwen. En toen ik bij Hiske kwam, in het begin, toen zag hij er wat anders uit. Ja. Nu is hij geweldig. Dus thuis ben ik van de planten. Ja, ze houden niet van veel water, hè? Nee, dat is ook niet te veel licht. Maar het is zo'n ding, het is gewoon zo'n balans, weet je wel. Ja. Maar dat is met een hoop planten zo. Nee, maar ik vind het leuk om dingen gewoon een beetje organisch te doen. Op een gegeven moment, ik hoorde net van de geluidsmeneer David, dat hij door corona natuurlijk ook een andere weg is ingeslagen. Ja. Nou, ik was mijn fotografie binnen een week alles kwijt. Ja. Dat was einde verhaal. En daarna is ook niet meer echt de behoefte gekomen. Ik heb het nog wel even zo'n beetje half geprobeerd. Maar nee. Ik heb nu nog wel een aantal opdrachten staan die ik ga doen. En dan half, ik denk juni, juli dit jaar moeten wij de studio uit. En dan houdt het op voor me. Dan ga ik ook alles echt opbergen. Ja. De meeste ga ik verkopen, maar we doen ook nog shirtjes drukken. En we hebben nog andere technieken die we daar doen. Dan ga ik een keer in de ijskast gooien, gewoon alles weg. Ik ga beginnen met werken bij Vivre in Oosterhout. Oh ja. Dat is, ken je dat? Ja, het komt me heel bekend voor. Eigenlijk antiek. Ja, precies. Oh ja. Ik heb iets met oude spulletjes. Ja, altijd leuk. Oude spullen zijn altijd leuk. Ik ben onwijs een fanaat met alles wat maar oud is. Ja. Ik heb alles verzameld wat je maar kan bedenken. En toen ik ging scheiden heb ik gezegd, ik wil nooit meer iets bezitten. Maar ik weet wel heel veel van oude meubeltjes en oude spulletjes en noem het maar op, weet je. Ik heb alles wel een keer in mijn handen gehad. Dus dat vind ik heel leuk. Ik begin ook gelijk helemaal van te glimmen als je dat vertelt. Ja, dat is gewoon hartstikke leuk. Dus ga ik 1-2 dagen in de week verkopen, maar we gaan ook leuke dingen organiseren. Ja. Want we willen weer meer klanten daartoe. Ja, de antiekmarkt was eigenlijk een beetje ingestort, hè? Als ik het goed begrijp. Ja, het begint nou weer een beetje op te klauteren. Zij hebben veel spullen die ook gewoon naar het buitenland verkocht worden. Ja. En heel veel, de beleving is een beetje weg. In de zin dat
mensen meer vanuit de stoel iets kopen en bestellen en vragen hebben en weet ik het allemaal wat. Dus wat wij willen doen daar, want het is een heel groot gebied, is proberen wat dingen op poten te gaan zetten. Ja, oh leuk. Dus dan komt ook weer het organisatorische wat ik altijd gedaan. Ja, maar wat ik ook begrepen had, toen we elkaar op de Volkstuin een keer spraken. En toen ik dacht, oh, het is misschien wel leuk dat jij ook een keer komt. En vandaar dat je hier natuurlijk ook dan zit. En ook hartstikke leuk dat je hier zit. Maar dat je ook weer terugging naar de muziek nou, hè? Ja, ja. Ja, dus dat je ook weer toch weer in die stap hebt gemaakt. Ja, ik heb nu management op me genomen van ook eigenlijk twee mensen die ik al ken uit destijds uit de muziek. Ja, dus een goede vertrouwensrelatie opgebouwd. Ja. En dat is altijd behouden gebleven. Ja, dat is iemand uit Stockholm, Oscar Kan, en iemand hier uit Nederland, Perry van der Vrede. Dat zijn twee top producers die elkaar verleden jaar gevonden hebben. Eigenlijk door toeval weer, die kenden elkaar al. Uit de tijd dat ze ook bij mij muziek uitgaven. En die zijn samen muziek gaan maken eigenlijk op afstand. Ja, daar is zo'n enorm dikke sound uitgekomen. Huh? Dat ze zelf ook zoiets hadden van, oh, dit kan wel eens ergens naartoe gaan. Ja. Ik heb ze met Amsterdam Dance Event weer ontmoet. En toen klikte het. En vanuit daaruit zijn dingen ook gewoon eigenlijk heel organisch gegaan. Ja. En nu zijn we met z'n drieën bezig. Ja, maar dat is zo leuk, hè? Dat is zo leuk in jouw verhaal. Ja. Dat je ergens een groot innerlijk vertrouwen hebt. Ja. Om je te laten leiden, klinkt dat weer zo. Maar toch ergens wel, laat het inderdaad organisch. Ja. Om zo organisch overal weer een beetje terecht te komen. Ja. Even te proeven en te denken, hey, oh leuk. Of als je aangemoedigd wordt van, dat kan je niet. Dan ga je helemaal aan. Ja, en het scheelt ook wel. Maar nu ben je niet echt aangemoedigd. Dan ga je toch aan. Dat is wel leuk. Ja, maar er is wel ook, wat ook een verschil maakt, is dat ik een relatie heb met Hiske, waardoor dat ook kan. Kan, ja, oké. Want ja, zij lijkt wel op mij, maar is wel anders. En ik lijk wel op haar, maar ik ben ook anders. Maar daar is wel van, joh, weet je, doe het vanuit je gevoel, ja, doe wat je denkt dat goed is. We hebben allebei ook niet dat we rijk willen worden of rijk Schild moeten ook zijn. Al, ja. Dus het voelt allemaal wel heel goed en vertrouwd en organisch. Ja. Waardoor het ook mogelijk is. Want uiteindelijk moet natuurlijk ook gewoon de rekeningen betaald worden. En op dit moment is Hiske daar wel veel meer leidend in dan ik. Ja. Wat mij ook veel ruimte geeft. Dus ik ben haar daar ook wel heel erg dankbaar voor. Ja. Ja. Nou, dat is wel mooi dat je het zegt. Maar wat ik wel vooral hoor in deze relatie dan, zeg je eigenlijk, je ziet elkaar en gunt elkaar het beste. En je wordt er ook gelukkig van als je elkaar daarin ziet schitteren. Ja. En dat is natuurlijk wat eigenlijk in een relatie eigenlijk de basis zou moeten zijn. Hè? Ja. Ze zeggen wel eens, je hebt drie pijlers in een relatie. Je moet de ander vrij kunnen laten. Je moet de ander niet willen veranderen. En de verwachtingen die je hebt uit te spreken zonder daarbij te verwachten dat die ander dan gelijk gaat doen wat je hebt uitgesproken. Ja. Nou, dat gaat hartstikke goed. Ja. Dat maakt het waarschijnlijk ook zo mooi. Ik heb nog nooit zo'n fijne, leuke relatie gehad. Nee. Dus dat is heel simpel. Ja. Ja. Hey, en met het diabetes, is daar een weg in gevonden? Heb je daar een weg? En de reuma komt ook nog voorbij? Ja, reuma is onder controle. Heb ik nooit veel last van. Behalve als ik heel erg ga typen. Dan trigger ik. Ja, ik ben nu bijna 20 jaar diabetes. Ik spuit dus 4 keer per dag. Tegenwoordig heb je hier sensoren. Nu zit hij aan deze kant. Iedere 2 weken moet je dat wisselen. Die geeft je een 24 uur beeld. Maar het voordeel is daar ook van dat je niet meer hoeft te prikken om te kijken wat je waarden zijn. Ja. Waardoor je dus nu 24 uur per dag veel meer vooruit kunt kijken en ook terugkijken. Dat gaat hartstikke goed. Ook daar ben ik mee aan het experimenteren van, wat kun je daar dan mee of zo? Want ik ben een hele actieve diabeet. Ja. Ja, als je diabeet bent, is eigenlijk rust en regelmaat het belangrijkste. En niet dat je te veel daarvan afwijkt. Nou ja, ik doe dat niet. Ik ga alle kanten op en ik heb ook al te veel hypo's gehad. En nu ben ik anders met mijn sensor om aan gaan, heb ik bijvoorbeeld al 4 maanden geen enkele hypo meer gehad. Ja. Wat heel bijzonder is, want ik had er eerst 80 in 3 maanden. Ja. Dus maar het is ook goed natuurlijk om goed voor jezelf te zorgen in die zin. Hè? Ja, maar ik sport 3, 4, 5 keer in de week. Ben altijd actief. Ik ben geen luie. Ik heb wel goede werkethos. Dus als ik werk, dan werk ik ook hard.
Dus... Nee, maar in een goede balans. Dat is wat ik hoor. Ja. Maar goed, dus met eten, drinken, ja, met bewegen. Ja. Alcohol met mate. Ik ben nu bijvoorbeeld helemaal gestopt met alcohol. Nou, jij bent al jaren dat je droog staat, geloof ik. Even zien. Dit jaar drink ik al volgens mij 14 jaar geen droog meer. Ja. Ja. Maar het is ook eigenlijk, als je het dan hebt over het woord organisch, is dat ook heel organisch gegroeid. Ja. Alleen ik zou ook nu wel durven zeggen, ik zou dat ook nooit meer naar terug gaan. Want ik vind het niet zeggen, dat maakt, vroeger was de slogan, drank maakt meer kapot. Ja. En dat is wat ik om me heen heel veel zie. Oh ja, zeker. En dat is wel, voor mij zou het niet, heeft het geen toegevoegde waarde. Nee. Het is eigenlijk hoe helderder je wordt, hoe mooier en fijner het leven. Ik ben wel zo iemand die altijd met mate heeft kunnen drinken. Ik heb ook wel jaren gehad dat ik dan te veel. Maar ja, ik vind het lekker om één trippeltje op een avond te drinken. Ja. Dat vind ik dan lekker voor de smaak, maar niet om het net effect. Maar de laatste tijd had ik daar ook, ik denk van, nou, misschien moet ik gewoon eens niet. En op een gegeven moment dacht ik, oh nou, doe maar niet. En dacht, oh, ik mist helemaal niet eens. Nee, precies. Het is meer de druk soms van buiten die je voelt. Hè, dat mensen beginnen, oh, wat ongezellig. Dat ik dacht van, ja, wat is dit voor rarigheid. Maar mijn diabetes heeft mij ook weer gewoon met mijn voet op de grond gezet. Ja, precies. Precies. Dat tomeloze van gewoon altijd maar doorgaan en 100 uur in de week ook soms werken. Heeft ook niet zoveel zin. Nee. Nee, alles in een mooie regelmaat geeft natuurlijk ook de mooiste effecten. Ja. Zo simpel is dat natuurlijk. Ja. Hey, en een beetje langzaam. Dus muziek, kunnen we eigenlijk nog weer wat van verwachten dan? Op de ik hoop het. Hoor ik. Ik heb ook nog een label met een vriend van mij waar we muziek op uitgeven. Daarnaast met die jongens die... Ja, is misschien leuk als je me wat van die dingen mailt. Hè? Wat linkjes. Dan kunnen we die eronder zetten. Okay. Dat is ook wel leuk, hè? Maar een label nog? Het label is met een vriend van mij uit het zuiden, uit Geleen, hebben we één label wat een beetje teruggrijpt naar de dingen die ik al tof vond, de zogenaamde progressive dansmuziek. Waarin ook wel weer mensen van vroeger muziek uitgeven jonge talenten. En dat is gewoon leuk. Dat is ook gewoon het sociale karakter ervan is gewoon heel leuk. Ja. En met Left to Dust, zoals dat heet, gaan we nu een traject in waarin we een aantal doelstellingen hebben voor dit jaar. Het is heel moeilijk, hè, tegenwoordig om iets nieuws te lanceren. Maar we hebben met z'n drieën heel veel connecties. Van Armada tot, je kan het gek niet bedenken. Die gebruiken we. Daarnaast denken we dat de muziek origineel genoeg is en goed genoeg om het verschil te maken. Dus we hebben een doelstelling om minimaal een aantal tracks op bekende labels uitgeven dit jaar en ook ons eigen platform te bouwen om daar dan grip op te krijgen voor de aankomende jaren. En dan volgend jaar moet dat dan een beetje zo samenvallen en dan moet er misschien wat geld verdiend worden. Ja. Maar dat weet je maar nooit, hè? Ik zie in ieder geval weer je ogen glimmen, dus ik denk wel dat ik denk, oh, je zit weer op het goede spoor. Ja, ik heb weer lol. Ja. Muziek is tof en mensen zijn leuk. Ja. Nee, maar dat is wel fijn. Dus dat je eigenlijk toch weer een beetje terugkomt bij de oude liefde. Ja. Die eigenlijk zo ontzettend, hoe moet je dat dan? Nou, ja, zeker. Het is wel heel hartelijk uitgegaan, hè? Die liefde in muziek. Hè? Ja. Dus eigenlijk gewoon best wel neergeslagen. Dus wel fijn om te horen dat dan weer opbloeit. Maar er was ook te veel hoor, Mark. Want je moet je voorstellen dat als je programmeur bent van een groot festival. Ja. Dan moet je op alle fronten moet je wel gewoon je kennis bij blijven spijkeren. Ja, precies. Want dat doe je niet zomaar. Je moet verstand hebben van alle soort stromingen binnen de house. Hè? Ja, dat zijn er heel wat geworden inmiddels. Dat was vroeger natuurlijk heel anders. Ik ben gelukkig voor de EDM ben ik eruit gegaan. Maar er was echt wel zo'n punt zo rond 2007 dat ik echt wist van ik heb gewoon te veel geconsumeerd. Ja. Ik was dag en nacht met muziek bezig. Ja. Nee, maar dan is het eigenlijk dus nu bijvoorbeeld dan die rust van zo'n volkstuin heeft je dan toch ook weer wat gebracht. Gewoon met je handen in de grond, lekker aarde. Ja, maar dat is sowieso leuk. Ik ben vanochtend nog geweest. Waar is Mark? Maar dat is lekker. Ja. Dat aarde, dat je eigenlijk goed maar die balans is er, hè. Ja. Ik laat mezelf niet meer gek maken. Vooral, hè. En dat doet de diabetes ook, hè. Ook, maar ook alles om je heen. Ook dus een hele fijne relatie. Ik denk ook dat je een goede relatie met je dochter hebt.
Ja, 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 die is perfect. Ja. Het is allemaal langzaam weer heel erg in balans. Ja, maar dat heeft ook, de fotografie heeft het ook gedaan. Want hoe snel mijn leven ervoor was. Met hoe langzaam. Ja, dat is alleen maar traag en nadenken en rust. En ja, daar moet je gewoon heel bewust in nu zijn. Want anders kun je geen goede foto's maken. Nee, dat is geen... zeker die zwart-wit fotografie. En het komt heel secuur. Ja, dat is het duur. Iedere foto die je maakt kost gewoon echt geld. En als je hem verpest al helemaal. Ja. Ja, juist dan. Ja. Maar ja, nee, maar, ja een mooie ontwikkeling. Mooie organische ontwikkeling zou ik dan in jouw woorden zeggen. Hè? Ja, we zien wel waar het naar leidt. Als ik later groot ben, dan kom ik er wel achter wat ik wil worden. Hè? Ja, nou ja, als je al wat wil worden natuurlijk. Hè? Wat zou je willen worden? Is dat nee, joh, maar het hele leven is gewoon een proces. Ja, dat precies. Dat is iets wat ik heb nooit het idee gehad van... Oh, later wil ik dit of later wil ik zus of later wil ik zo. Ik ben eigenlijk iemand die altijd in het nu leeft. En nou ja, later dat is iets heel ver en heel abstracts. Ja, ik denk dat dat komt door wat ik meegemaakt heb, ook vroeger. Nou, ik denk eigenlijk dat dat auto-ongeluk wel had een prachtig mooi getal. Hè? Dan 7777. En dan ook nog eens een keer om 17:07. Ja, dus ja, gekker kun je niet maken. 7 is wel een lucky number. Ja, is een lucky number. En dus misschien zit daar toch het geluk ergens in dan, hè? Ondanks dat het een ongeluk was. Nou ja, dat is een groep die het niet hadden. Ja, nou ja, het heeft in ieder geval gevormd dat het belang van het leven soms toch anders is dan dat je voorgespiegeld krijgt. Ja. De ruimte die je daarin kreeg van je ouders, hè, om dat zelf te ontwikkelen, heeft er toe bijgedragen. En dan op het juiste moment op de juiste plek daar toch zijn. En dan word je kapper, heb je een bandje. Ga je in de muziek, ga je daar weer uit, ga je in de fotografie. Ga je nu weer terug in de muziek. Ja, het klinkt heel leuk en heel rustig in het nu. Ja, ben ik ook. Heel mooi. Heb je nog wat, een beetje afrondend, nog wat toe te voegen? Of zou je nog wat willen toevoegen? Of zeggen, nou, dat moet ik nog echt weten en dat moet je nog echt even kwijt? Nee, volgens mij... je weet dat ik normaal gesproken nogal van de politiek ook ben. Hè? De wereldpolitiek. Dat heb ik ook losgelaten. Ja, heeft geen zin. Dat heeft geen zin. Nee. Want de mensheid is gewoon een beetje achterlijk aan het worden. We zijn niet naar voren aan het gaan, maar we zijn terug aan het gaan. Terug de steentijd in als ze zo doorgaan. En dat geeft ook rust. Hè? Dus net als de alcohol op een gegeven moment. Dan denk je van, ja, voegt het nog iets toe? Nee. Ik heb daar last van, zeg maar. Van de kortzichtigheid van mensen en de domheid van mensen op het moment. Ja, ach, ja, zo ver zou ik het niet eens willen zeggen. Weet je, het is een beetje wat Bob de Wit zegt, hè? Eigenlijk, politiek is meer... het zijn stroommannen gewoon van het grote bedrijfsleven. Die hebben het voor het zeggen. En we zien het, we kunnen het niet zien, we willen het niet zien. Maar moet je je daar druk over maken, heeft het zin? Het is gewoon jammer dat we op een gegeven moment is internet gekomen en men dacht toen destijds van nu gaan mensen meer met elkaar praten, maar er is het is alleen maar polarisatie geworden. Ja. Maar ook daarin zie ik wel een kanteling komen en ik heb altijd wel gedacht, ik heb heel lang vastgehouden aan de Nokia 3410, ben ik toch een keer overgestapt naar de iPhone 12. Ja, voor mij is het gewoon nog een verijdelde Walkman, omdat het wel heel lekker is om te luisteren, op te nemen. Maar niet veel meer dan dat. En je kan er ook mee bellen. En wat ik wel zie is dat er toch wel ook weer een kentering gaat komen. En het zal mij niks verbazen als die telefoon op een gegeven moment ook weer aan de kant gegooid wordt door een ieder. Het zou zo kunnen. Onmogelijk. Ik weet het niet. Nee, kijk maar naar de jonge generatie. Dat is gewoon, dat ding is op alle fronten, of je nu naar de winkel gaat... Of dat je naar de bank gaat. Er komt natuurlijk ook een kanteling en een kentering. Mensen kunnen niet meer zonder. Die afhankelijkheid dat is al gecreëerd. Als er geen stroom is, even, wordt het wel moeilijk. Als je hem niet meer op kan laden, dan zie je ook de paniek. Maar ik denk echt dat... Misschien als er een keer een paar van die EMP's zijn, van die elektromagnetische pulsen, doordat er... een maloot, een kernbom, hoog in de... Heb je ook even geen bereik meer? Ja, dan je hebt ook geen geld meer. Nou, scholen beginnen nu eigenlijk met een nieuw beleid. Hè? Hier bij mijn zoon op school is dat ook voor. Vandaag voor het eerst wordt het ingevoerd.
moeten ze de telefoon inleveren. Mochten ze hem de hele dag niet gebruiken. Bij vriendinnen zit in het onderwijs. Als ik dan die verhalen hoor. Weet je, ik had al lang gewoon alles met een hamer vermorseld. Ja, oké. Okay, of maar... met goed, ik ben wat extremer. Nee, maar ik heb er nog wel hoop in dat dat ook weer anders gaat. Hè. Het is natuurlijk ook... Dus het was even helemaal nieuw. Het is natuurlijk heel snel gegaan, hè. Iedereen had een smoes om uiteindelijk zo'n Nokia 3410 te kopen toen de tijd. Want ja, het was zo handig. Ik heb altijd gedacht, ja, wat is er nou handig aan? Ja, ik sta hier in de bos en ik heb een lekker band. Ja, en? Ja. Ja, dan moet je band ik ben niet zo positief over de mensheid op het moment. Jij? Nee, totaal niet. Nee. Nee. Te veel en gewoon we consumeren te veel. Weet je, het is niet circulair genoeg. Er wordt te veel weggegooid. Er is totaal geen balans. Ja, maar je ziet dat toch wel langzaam, zie ik dat nee, toch wel. Nee, het gaat veel te langzaam. Is niet, ja. En ook die hele transitie met, ik noem maar, met energie. Ja, het is allemaal heel leuk, maar je hebt ook batterijen nodig. Als je ziet wat lithium voor schade veroorzaakt om dat te mijnen. Ik weet dat bijvoorbeeld al zijn daar best ver mee dat ze in zout ook energie kunnen opslaan. Hè? Ja, oh ja. Er worden hier ook proeven gedaan ja. In Arnhem. Ja, op zo'n moment, als je met zout iets kunt doen, dan ga je misschien een verschil maken. Maar zolang we lithium nodig hebben en weet ik veel wat voor grondstoffen. Ja, wetenschap is heel leuk en technologie is heel leuk. Maar tot nu toe is bijna iedere technologie die we ontwikkelen, is ook weer een stuk ontginning van de aarde. En ja de balans, nee, dat klopt. De balans is misschien wel ver te zoeken. Maar ja, ik denk toch wel dat we allemaal een enorm instinct hebben om te overleven. Ja, dus dat we zullen altijd overleven. We gaan er eerst een paar miljard dood. Ik kan geen getallen zou kunnen zeggen, maar ik denk wel dat we dat er wel weer een ander proces op gang komt. Alleen ja, de vervuiling is natuurlijk wel heel groot. Ja. Nog iets laatst om te voegen? Levend nu? Nee, ja. Voor eerst, we leven in het nu en in de toekomst horen we bijzondere muziek van twee mensen die je al lang kent uit het muziekwereldje. Hoe heet het ook weer, zei je? Left to Dust. Left to Dust. Zo ja, heet het. Left en dan twee en dan Dust. Ah, ja. Maar hun heten die twee? Ja, die noemen zichzelf Left to Dust. Ja, maar het zijn? Oh, hij was vroeger bekend onder de naam Patch Park. Nederlandse jongen, Perry van de Vrede. Ah, ja. En de andere die komt uit Zweden, uit Stockholm. En dat is Oskar Kam. En met beide, ja, met Oskar gaf ik al muziek uit in 2004. En met Perry ook in 2005, 2006. Perry is zo iemand die alles kan. Die maakt waanzinnige mooie deep house. Die maakt techno. Die maakt nu wat met Left to Dust is een soort tech-trance-achtig. Met vocalen en nou ja, dat is helemaal van nu. Grote sound waar je eigenlijk gewoon 20.000 man voor je neus moet hebben. Maar die jongen kan alles. Mooi. Dus nou, ik laat me verrassen met de tijd. Stuur de links, dan zetten we die er in ieder geval onder. Ja, is goed. Dat lijkt me heel leuk. Mag ik je hartelijk danken voor dit hele fijne, openhartige gesprek. Ik ga je boscast, hè? Ja, zo heet hij. Ik zal er toch eens een aantal eens even gaan beluisteren. Ja, er zitten al heel veel leuke gesprekken tussen. En ja, voor de mensen thuis, mocht je het leuk vinden, liken, abonneren en delen mag altijd. Ja. En ja, nogmaals hartelijk dank voor dit fijne gesprek. Dankjewel en succes. Ja, dank je. Mooi.